The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zindeliste! Naar de feest! Rivers of Kum! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Vandaag een joint venture podcast met Sven, Maarten en Bart, ook bekend als The Gremlin Strike Back. Ja, ze zijn er terug. We zijn samen net naar de exclusieve avant-première geweest van het einde van de Star Wars saga, episode 9, The Rise of Skywalker. En dit alles in het gloednieuwe, vandaag geopende IMAX Theater in Kinepolis, Antwerpen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe hoog de spoiler alert voor deze podcast is. Als je de film nog niet hebt gezien en je wil niet weten wat er allemaal in gebeurt, zet deze podcast dan nu af. You have been warned, we are at DEFCON 1. Jongens, het was een bijzondere avond. Een blije avond, hè. Het begon al heel goed, hè, als we binnenkwamen. Het was mijn magnums, hè. Ja. Het was met die. Het begon al mee eten, hè. Dat was eigenlijk al tof. Ja, en het begon al zonder ticketje. Je kreeg zo'n bandje rond. Ja, dat vond ik ook wel. Dat doen we niet meer af, hè. Dus dat was de eerste keer dat ik eigenlijk zo de Metropolis ging gaan, zonder dat ik zo gereserveerde plutsen heb. Want normaal moeten we zo gewoon zitten. Waar je, vroeger was dat altijd zo. Mm-hmm. Ja, maar dat is lang geleden. Ja, in dingen is dat nog altijd, hè. In UGC kun je nog altijd vrij je plaatsen kiezen. Ja, dat je zwaar. Ja. Zo, ik was het toch niet gewoon, want ik was vooral aangenaam verbaasd door de Sphinx enthousiasme om zeker op tijd binnen te gaan. Ja, maar ja. Dat is niet normaal. Dat is receptie, er waren hapjes en gasten onder. Come on, zeg! Ja, maar ik ken dat, ik ben de klinkste en dan met dat gedauw en getrek en op de deur stond die helemaal van achter, hè. Nou, je stond niet van achter, hè. Ja, nee, op de deur wel. Maar kijk, ga het plots schouwen, hè, van ons. Hè. Dus... Ja, dat was wel cool. Zo zijn ik wel, hè. Ja, ze hadden het ook mooi aangekleed. Er waren een paar leuke setpieces dat er stonden. Je had zo dat een, die pot waar dat Luke in zweeft tijdens Empire Strikes Back. Ja, dat was dat. Want ik vroeg me al af, wat is dat? Ja, dat is zo vlak nadat ze hem terugvinden, nadat hem door de wampa is aangevallen. Ja, en de volgende morgen vinden ze hem met Han Solo in die tauntaun. Dat is van dat glas waar je zo twee keer, drie keer zo dik zit, hè? Ja. Dat je erachter hangt. Ja. Mark Hamill trouwens ook, hè? Ja, dat zal wel zijn. Dat is trouwens ook... Dat is tv ook bij mij. Voor een of andere reden. Bij elke keer dat je mij op tv ziet, ben ik ook drie keer zo dik. Bij mij is dat dagelijks leven. Ja. Bij mij zijn goodie bags van films die we gaan zien. Wat was het? Doritos, Cola Zero en een foto. Het was duidelijk dat de dieetliga was niet mee met Star Wars in ieder geval. Nee, ook je kreeg ook een prachtige popcornbeker, maar die was ook rijkelijk gevuld, moet ik zeggen. Amai. Heb je altijd last? Ja. Andries. Om op te krijgen. Of om te morsen, want morsen had ik last. Maar elke keer dat jij de pot pakte Alex de pot en dan pakte ik de pot. Zo drie keer. We deden dat altijd met drie tegelijk. Ja, ik voelde dat wel. Ja, het is een moment voor popcorn. Zo, en dan was dat zo, terug onder de stoel. Zo. En ik eet dat zelfs niet graag, nee, popcorn. Nee, maar dat is wel opgerokt. Ja, tuurlijk. Een beetje voedingsfomo weer zo. Een half uur later zo. Allee, kom, nog wat. Zo, ik mag geen zoute popcorn, maar ik gooi er dan altijd M&M's tussen. Ja. Voor de verrassing. Ja. Is dat weer een van de testen? Want vorige keer had je zo augurken en café noirkes gedaan. Dat was al een naber. Maar dan deze had eigenlijk net ontdekt. Jalapeno M&M's. Ja. Nee, maar hij zei dat uw koekjes café noirs met de augurken ook. Wat doe je aan jalapeno? Bart M&M's? Dat toch van die M&M's met jalapeno smaak. Maar dat toch geproefd hier. Geproefd hebben. Ja. Nee, maar ik vroeg me altijd af waarom dat ze elke keer om de kassa zeggen: hé, nu kunt er een pakje M&M's voor een euro bij. En ik denk, nee, ik heb popcorn, waarom moet ik dat? Het is echt sinds recent dat dat doet. Ay, maar ik ben ineens gaan denken: daarom geven die M&M's erbij, om in uw popcorn te kappen. Ja, tuurlijk, dat is een Amerikaans dat ding. Dat wist ik dus niet, hè. En dingen zoals dat ook, in Whiplash, hè. In die film. Ja, toen had die vader en die zoon naar de cinema. En toen is ze onder dingetje zo, dat is een popcorn. En kappen ze dat er Whiplash, is dat die een drummer? Ja. Ik vond dat een goede film. Ik vond dat een keigoede film. Ja, J.K. Simmons. Ja. Fantastisch dat hij dat doet. Not my tempo. Ja, of dat hij ook zegt, wat zegt hem dan weer, tegen zo'n één griet zo. Let's see if you're just good looking or you can actually play. No, you're just good looking. Dat is ik zou vandaag de dag al zo...
in de zaal zijn, denk ik. Het gaat rap, hè. Het gaat rap, hè. Oh, dat is nog niet zo lang geleden. Nee, dat is helemaal niet zo lang geleden. Nee. Er ziet ook dat J.K. Simmons still works out. Dat is niet normaal, man. Er zijn zo foto's van, ik weet niet of je die van al gezien hebt. Welke film was dat, dat hij zo buffed was? Ik denk dat ze toen gezegd hadden dat dat voor die Justice League-verfilming was, waar dat hem Commissioner Gordon in speelt. Ja. Maar dat blijkt achteraf nonsens geweest te zijn, die je niet gewoon veel aan het trainen. Of voor de Spider-Man-film. Die vindt dat gewoon leuk om dat's, er zo uit te zien. Dat is zo'n foto dat ik niet uit mijn geheugen krijg. Die ineens zo spieren op plekken die dat biceps, je denkt, wat de ja, hel is te deze? Doen. Dat is ja. niet te doen. Ja, ja. Voor de mensen natuurlijk, rechten gewijs, kunnen we dat soort foto's niet laten zien. Maar zoek het eens op, J.K. Simmons, Muscles Buffed. Of Working Out. Over, dat, niet ja. normaal. Over iemand gesproken die niet in shape was... spoilers komen er al, maar what the fuck, Fat Lando, man. Ja. Maar ja. zat Lando al in The Last Jedi, of is dat echt gewoon van nee, de eerste nee. trailer dat ik dat herinner? Dat is de eerste keer dat hij in de ring komt. Oké, okay, maar ja, die zat ja. wel al in de allereerste footage dat gereleased was, hè? Ja, wel. Die lacht zo, haha! Ja, want ik was er al familiair mee. Ja, maar je verwart hem misschien met Carl Weathers in The Mandalorian, want die trek je wel wat op je, hè? Maar Mandalorian is nog niet uit hier, hè? Ik heb daar wel wel aan gewacht. Ik heb vrienden die maar dat vertellen. Die in Amerika die dat ik bel. Ja. Hoe is het Wester deze week? Per of in Nederland. Ja. Die kunnen heel goed vertellen, heel gedetailleerd. Je ziet dat gewoon voor u. Ja, dat is echt fanservice, vind ik zo, als ik het zo hoor. Ja. Wat een rare move trouwens van Disney Plus, om dat dan niet gelijktijdig in alle landen tegelijk te doen. Ja. Maar Nederland is dat wel altijd. Ja, Nederland wel, ja. Nou. Ja, het is tegen hun eigen markt, tegen hun eigen voordeel. Langs de andere kant hebben we natuurlijk vandaag als eerste naar Amerika in heel de wereld. Was dat zo? Dat wist ik zelfs niet. Ja. Gisteren was het in L.A. Ja, gisteren. Première. Ja. Ja. Voordat we erom beginnen, zijn er eigenlijk, waren er al reviews verschenen? Of is er officieel nog niks? Ik heb het niet gelezen. Zijn we dan de allereerste in de wereld dan, of niet? Ik denk dat dat allemaal nog... Het embargo... ze moesten onze telefoon in hun afgesloten zakje steken. Het embargo liep sowieso nog tot, denk ik, vanavond. Ja, denk ik. Denk het ook. Maar... Want er was een persvisie geweest, 's middags, om 12:00 in Brussel, heb ik gehoord. Mm-hmm. En ik ken een journalist die ook luistert naar onze podcast. En die had mij verwittigd van, ik zit nog onder een embargo. Dus die hadden allemaal moeten tekenen dat er nog niks mocht gereleased worden, alleszins vandaag. Wow. Ik vond dat ook wel vandaag een beetje tekenend. Ay, het was fantastisch, zo'n ontvangst, dus zeker geen slecht woord erover. Maar je voelde ook wel, om de mensen, als je binnenkwam, er was wel een zekere spanning bij het security. Yeah. En je kunt ze niet verwijten dat ze niet vriendelijk waren, maar het was wel heel duidelijk, die een telefoon ging in die zak. Ik vind dat goed. Mm-hmm. Ja. Ik heb tegen zei, ik vind eigenlijk zou dat altijd moeten gaan naar cinema gaan. Steek je telefoon in een zak, doet die rond. Bij veel concerten of bij veel comedy wordt dat tegenwoordig gedaan. Ook gedaan? Ja, absoluut. Kevin Hart had die zeker dat heel veel dingen. Dave Chappelle deed dat. Heel veel Amerikanen zien er hier komen. Dan kreeg je zo'n zakje dat zo vastklikt. Van het merk Yonder. Ja, inderdaad. Met zo'n loodje dan. Ja, dat is zo'n soort... Ja, dat klikt vast en dat zit gewoon vast. En dan moeten daarna eigenlijk gelijk dat magneetje... Dat de supermarkt. En dan zit die terug open en kunnen die eruit halen. Dus dat wordt meer en meer gedaan. Ja, waarschijnlijk ook, omdat iedereen dat kotsbeu is. Ik vind nog geen slechte zaak. Als ze nieuw materiaal hebben. Naar een show van een band en die hebben een lichtshow bij en die willen niet dat heel de wereld het al weet voordat je het gezien hebt. De verrassingseffect is natuurlijk wel tof. Ja. Dus ik heb er eigenlijk ook niet zo'n probleem mee. Hè. Maar nee, maar aan de andere kant verwachten ze nu dan de mensen gaan zitten filmen, gans de film, allee... Want het is denk ik meer voor het store-effect. Het store-effect naar de andere mensen niet. Toe. Denk dat niet. Ook dat er ook... Misschien foto's. Foto's van cruciale momenten. Ja, wat ook heel veel, wat zeker met live dingen heel veel gezegd wordt, is dat ze... Het ook heel leuk vinden dat het publiek sowieso veel geconcentreerder is. Hè? Tuurlijk, ja. Je hebt niet de neiging om... Oh, het boeit mij een seconde niet. Kon eens even naar iets. En dat gebeurt nu niet meer. Mm. Dus dat is een... Ik vind het ook eigenlijk niet slecht. Je voelt inderdaad wat jij zegt, Sven. Dat klopt wel. Ik vrees wel dat we een beetje door verplicht moeten worden. Hè? Want het wagen gaat het niet rap doen. Maar het is inderdaad in de cinema wel, hè. Allee, ik toch.
Ja, maar zelfs, stel dat je een oproep krijgt, je gaat, als dat begint te biepen... Wij zitten onze vliegtuig staan op, ja? In de cinema. Ja, ja, ik durf toch altijd wel zien dan of zo. Ik geef dat wel toe. Ik zet hem niet af, want ik heb altijd zoiets van, stel dat er thuis iets gebeurt. Ja, ik zet hem ook niet af. Ja, maar ja. Maar ik kijk niet. Nee, maar als mijn vriendin weet, ik zit in de cinema en ze belt 10 keer achter elkaar. Ja, voilà. Dat is ook zo wat de afspraak tussen mij en mijn vrouw. Ja, maar dat geeft toch zo'n dingen op een telefoon dat je kunt zeggen, favorieten, die het wel doorkomen. Zo technisch aangelegd. Dat klinkt al veel te ingewikkeld. Ja. Ja, het ging hier wel over over de Rise of Skywalker. Ja, 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 ja. The Last Jedi. Daar ga ik het sowieso ook nog over gaan. Ja, ja, ja. dat is wel duidelijk. Zo, oké, ik zou zeggen... Er is trouwens toch zijn al reviews online. Ik heb net gezien, ze stonden 38 minuten online. Dus okay, ik heb er één gezien. Is van 12 uur. Ah, ja, van middernacht. Zijn er mensen geïnteresseerd om te zien? Laten we misschien eerst zeggen wat wij ervan vonden, voordat we ons al laten leiden door bij dat idee. Ja, want we hebben nog niets tegen elkaar gezegd. We hebben niet tegen elkaar gebabbeld. Allee, wel al over tegen... van alles anders, maar niet daarover. Ja, tegen je neemt dit niet tegen Nolan, hè. Nee. Ik heb al nog... nee, ook ja, maar ik heb al naar J.J. Abrams een berichtje gestuurd. Is dat echt? Ja. En wat heb je hem gezegd? Via Instagram. Oké, okay, cool. Ja. Ja. Echt? Het is ja. Ja, ja. En wat heb je gezegd? Ik heb gezegd merci. Merci om mijn childhood met closure te geven. Mm-hmm. Met heel veel respect. 42 ja. jaar. Ja. 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 Hey? Ja. 42 jaar, dat is ook echt wel zot, hè. Ja, misschien moeten we gewoon mee beginnen. Want, wacht, ja. Hè, voordat we deze doen, ga ik nu nog heel even duidelijk zeggen. Mensen die nu luisteren of nu kijken, de spoilers beginnen vanaf nu. Voilà. Voilà. Go. Allee, begint. Ja, wat moet ik dan... Dat berichtje dat ik heb gestuurd, op dat, ja, ik vind, dat is de film die heel veel respect heeft voor alle fans, denk ik. En voor het thema in de saga en die resolute tabula rasa, wat ik hoopte, maar effectief door. Allee, ik bedoel, ik denk dat Ryan Johnson in Star Wars in ene zin, ik weet niet of dat nog veel genoemd worden zonder te verwijzen naar, en die moet dat ook voelen, na al die statements die... Ja, misschien iets te duidelijk. Ja, I love it. Ja, het was nodig, hè. Maar heb je al ooit een franchise meegemaakt waarvan dat er één film zodanig hard zijn best doet om de andere film... Nee. Het was een beetje geforceerd wel, hè, soms. Ik vond het ook soms geforceerd. Het was te... Vond ik al dat? Ja, het was soms... Ik vond dat echt, dat ging recht naar mijn klaar. De middelvinger zat bijna in mijn oog. Ja, nee, maar hadden ze wat constructies om toch zo duidelijk te maken? Nee, dat was een misstap. Allee, voelde dat wel. De niet-Star Wars-fans kon ik even verduidelijken. De vorige film was eigenlijk nogal redelijk... The Last Jedi was nogal redelijk controversieel, omdat Ryan Johnson, de regisseur, J.J. Abrams regisseerde de eerste Force Awakens, in de nieuwe saga, The Force Awakens, die universeel, denk ik wel, werd ontvangen als juist Star Wars is terug. Hè. Yep. Met misschien als enige kritiek. Ja, het is ook een beetje de plot van A New Hope, maar helemaal onterecht. Maar het was wel zo respectvol gedaan dat de echte Star Wars-fans, denk ik, toch allemaal gelukkig waren. Mm-hmm. Toen kwam Ryan Johnson, die het even alleenheerser, hè? Alleenheerser. Ja. Alles zelf geschreven. Ja. Geen andere schrijvers erbij. Zelf geregisseerd. Ja. Terwijl hier naar de credits zijn, zijn er 4 schrijvers geweest. Hè? Of onder andere Colin Trevorrow, die in ook Jurassic Park... World. En die ging ook regisseren, hè, normaal gezien. Mm-hmm. The Rise of Skywalker. Ja. Ja. Dat was er vorige week een statement van verschenen, dacht ik. Hè? Waarom dat die dan niet... Ik vond dat ook maar heel dubieus. Ik heb vandaag The Rise of Skywalker nog eens gezien. Mm-hmm. The Last Jedi. The Last Jedi, want dat was bij mij geleden van... Toen dat uitkwam, en toen heb ik hem 2 keer gezien en toen was ik ook niet mee. Maar dan heb ik hem er straks rustig alleen gezien en ik was eigenlijk verbazend positief achteraf. In mijn gedachten was hij verschrikkelijk. Omdat alleen de slechte dingen herinnert, volgens mij. Mm-hmm. En ik zag hem nu terug, maar ik geef wel toe... Op dezelfde momenten heb je toch hetzelfde probleem? Ik zeg alleen maar, ik ben er ook niet uit, want nu dat ik dit gezien heb, en dan geef ik het ook al weg, is hem terug weer een stapje naar beneden gegaan. Maar ik moet wel zeggen dat hem... Denk even aan de prequels of zo. Hij zal niet herinnerd worden als de slechtste... Ja, maar dat moet je niet doen. Nee. Ik heb de Phantom Menace vorige week teruggezien. En ik heb die mening daarover. Dat is een heel theoretische film. Ik zie dat een lomp voor. Ja, maar dat is echt een theoretische film. Hè. Dat is echt babbel, 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 babbel. Een potreisje. Maar voor de rest gaat dat eigenlijk, is dat heel theoretisch. En ik vind die beter dan The Last Jedi. Jar Jar Binks, man. Nee, dat niet.
Danny. Nee, die zit erin, hè. Je kunt niet zeggen ja. Jar Jar Binks niet, hè. Maar Liam Neeson zit er wel in, hè. Zwaar. En Liam Neeson zat ook hierin, hè. Ja, zeg. En Samuel Jackson. Ja, ja, ja. Je zat er nog in, direct dingen. Hayden Christensen. Ja. Maar had u zelf verrast, Andries? Yoda. Ik vond hem echt... Ja, ik vond dat best oké. Okay. Maar omdat hij in mijn kop was, dat zo slecht. En al die dingen. Maar dan heb ik daarna heb ik dan even gewoon lezen. Want ik dacht... Ik heb letterlijk gegoogeld. Wat is er mis met The Last Jedi? Of wat was er mis? En dat de tijd? Ja, redelijk veel toch? Ja, ja. Er komen een aantal dingen komen terug. Maar dan heb ik een artikel gelezen over heel de saga. En dat was eigenlijk, wat kunnen we verwachten van die van vandaag? En dan kwam eigenlijk in dat dat een heel tumultueuze relatie is, Disney, met al die regisseurs. Dus dat ook eigenlijk The Force Awakens, dat dat niet van een leien dakje gegaan is. En als je dat leest, dat is al een soap op zich. Ja, ja. En heel grappig, ja. En die Rian Johnson's in een film is eigenlijk de enigste film waar dat er niet gereld is geweest. Ja. Nee, omdat die zo gezegd carte blanche. Carte blanche had gekregen. Hoe did he blow? Kathleen Kennedy. Allee, ik bedoel dat... Daarna had hij zo'n spel gemaakt van die Chris Miller en Phil Lord over Solo. Ja. En dat is toch een van de mysteries, denk ik, die ooit zal eens bovenkomen. Waarom dat die Rian Johnson carte blanche op basis van wat? Van Brick? Looper? Looper toch? Allee, ik bedoel... Looper is oké, maar dat is niet... Ja, maar dat is dat toch niet... Maar als je dan kent die gasten Jurassic World tegen Dawn, vond ik nou ook niet de nee, beste. Maar nee, ik vond dat wel een goede reboot van de... Ja. Maar daarna had hij toch The Book of Eli... Nee, The Book of... gedaan, en dat is enorm geflopt. Dat was die... En dan is die van die Star Wars gehaald. Ik kon niet in ieder geval The Last Jedi verdedigen, want ik vond dat toen ook verschrikkelijk. Ik zei alleen dat ik het vandaag niet zo slecht vond dan hij me gedacht had. Jawel, ik heb hem vrijdag herbekeken en ik vond hem nog iets slechter dan dat ik me herinnerde. Ja. Ja? Allee, als film, hè. Het ja, stoorde, als het stoorde film. Mij als... Dacht, maar ik vond dat hij wel redelijk goed rolde. De keuzes, daar ben ik volledig mee akkoord. Ik had op dezelfde momenten een probleem met hem terugzag. Vliegende Leia en zo, dat blijft ja, en cringy. De, en dan die casino, heel die casino-scène. Ja, heel die Benicio del Toro-figuur. Ja. Ja. Dat is een Jar Jar Binks van die film. Het wegsmijten van de lichtzabel. Ja, waar ja. Nu een enorm mooi moment in zit. Ja, wederom, spoiler alert. Ja. Maar op een bepaald moment gooit Rey de lichtzabel weg en wordt hij gevangen door Force Ghost Luke. Die zegt, a weapon of a Jedi should be treated with more respect. Patat! En wij moesten allemaal keihard... Dat was bijna high fives all over. Fuck you, Rian Johnson! Dat is dat echt wel, basically. Eh? Maar niet alleen dat. Hè. Oh, zelfs omdat Mark Hamill het ook zelf zei. Omdat je weet dat hij er zelf een probleem mee had met dat te spelen. Ook. Ja. Dat hij zoiets van, nee, Luke gaat dat nooit niet doen. Dat is ook wat iedereen in de zaal dacht op dat moment. Dat klopt niet. Nee. Dat kan niet. En dat was mijn grootste probleem met The Last Jedi. Mogen nu niet te veel over The Last Jedi spreken, maar over The Rise of Skywalker. Maar mijn grootste probleem was... Ik vind het niet erg dat Rian Johnson zo iets nieuws opbouwen. Mm-hmm. Maar ik vind dat jammer dat hij in deze trilogie moest, terwijl dat dit eigenlijk over Skywalkers gaat. Allee, dat dat... Je had dan liever een standalone film. Voilà, of na deze saga dat het afgerond is, dat het dan nieuwe dingen introduceert, maar niet midden in een trilogie. Ja. En dat gaat hem doen ook, hè. Maar dat is dan weer veranderd. Dat... Goh, ik denk maar dat vind ik niet erg. Dat vind ik niet erg. Dat het dan in een nieuwe verhaallijn nieuwe dingen introduceert, maar zo midden in aflevering 8 van 9 films Prinses Leia die plots kan zweven. Jij zou content geweest zijn, er zat geen Godspeed in. Nee. Daar had jij gigantisch probleem. Absoluut, dat is Star Trek. Ja. Ja, ja, ja. Ah ja, dat zat... Andere grote verandering ten opzichte van The Last Jedi is de rolindeling van Rose, die bijna niet meer aan bod komt. Dat was ook rap afgehandeld, hè. Hij bleef hier. Hij bleef hier en Poe en dingetje, John Bodega. Die hebben ze ge-Jar Jar Binks, jongen. Daar hebben ze echt van gezegd. Dat is kago, maar dat komt ook niet. Dat is wel waar. Rose's interceptie in de vorige film was inderdaad... Ook, allee, kwam ook van we zijn toch aan het spoilen, hè. Maar ook de love affair tussen Finn en Rose, want op het einde van The Last Jedi... Dus vervangen door Finn en Poe, kust Rose Finn. Dus daar heb je niks meer over gezegd, hè? Vind je dat? Op het einde? Finn en Poe? Well, niet op het einde, maar zo de gedurende film is dat toch wel meer dan een bromance, hè? Zo. Voelde jij daar iets? Well, dat wordt al gezegd sinds The Force Awakens, hè? Ah, nee, ik dacht dat... Ja, nee, maar hij moet iets zeggen. Dat nog op het einde knuffelen ze wel met drie. Ze pakken mekaars handjes allemaal. Het wordt nog in het midden gedaan. Mogen we toch... Dat was iets dat me er straks... Swing Wars. Ik kon er gewoon niet smaten. Maar ik had dat ook een beetje mee...
Allee, ik had dat eigenlijk ook een beetje met Lord of the Rings, wacht ook nog toe gaan. Als zo de eindscènes of er moet liefdesspel komen, ik vind dat precies nooit de sterkste kanten van dat soort franchises. Ik heb zelfs vandaag een prachtige film. Hey, en er zat plots een hobbit in. Ja, nee, maar zo, weet je, de blijdschap op Tinder. Dat is altijd zo'n beetje... Geforceerd. Geforceerd. Als de liefde zien, dan denk ik altijd, ai, 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 er zijn films die dat beter kunnen. En zelfs, het is niet zo erg als in de prequels. Weet je, remember, het geflikvlooi in het hooiveld, ai, dat was gruwelijk. Ja, zo maar, die pseudo-date-rape van Anakin Skywalker, dat is allemaal wel cool, ja. Well, even wel een shout-out voor Chewbacca, als een medaille dat hij eindelijk gekregen heeft. Ja, het is wel de medaille van Leia. Was die van Leia? Ja. Het was te rap om door te gaan welke medaille dat was. Ik dacht, ah, ja, nu was, toch één. Maar dat is toch alles, alle eentjes worden na opgelost. En ze hebben ook Chewbacca niet zijn relief, maar zijn momenten gegeven, zijn verdriet voor de dood van... Dat was mijn eerste moment dat ik moest huilen. Ja, hoeveel keer zijn er nu geblet? Drie keer. Zoals de pronostiek. Ik heb drie keer geblet vandaag. Drie keer, ja. Dus de eerste keer dat ik moest huilen was het moment dat Chewbacca eigenlijk... Dood was? Want dan besefte van... Ja, die neemt niemand niet meer vanuit de eerste film. Mm-hmm. Iedereen is weg van die is wees op die moment. Ja. Is hij eigenlijk ouder geworden? Wie? Chewbacca. Zie je dat? Er wordt van gezegd dat hij oud is, hè. In ieder geval. 250 jaar, hè. Ja, dan valt 40 jaar nu ook natuurlijk. Nee. Het tweede moment dat de tranen eruit vloeiden, mag je het zeggen, hè? Mm-hmm. We mogen spoilen, hè? Ja. Ja, dat is de comeback cameo van de EO. Dat is... Als Han Solo er stond. Dat is ook niet te blijven. Echt wel van, joh, Harrison Ford. Ik had dat gehoopt. Mm-hmm. Ik had dat gehoopt. Dus dat gaan ze dat toch wel doen, hè. Dat gaan ze dat toch wel doen. Ja. Niet als hier stuk, niet gewoon als... Je stotter. En ze zien in his mind. En een derde keer als een X-Wing fighter naar boven komt. Ja, dat was een schoon moment. Dat was ook een relief, hè. Dat was ook zo, oké. Dat heb ik ook gehad dan, oké. Maar dat was iets wat ik eigenlijk al aan dacht aan The Last Jedi. Want je ziet hem in The Last Jedi onder dat water. Ja, er gebeurt niks mee. Oké, er gaat er wel iets mee gebeuren. Want waarom doen we dat shot anders? Mm-hmm. I get it, maar het heeft ook geen payoff. Volgens mij is J.J. Abrams wel from scratch begonnen, hè. Na... The Last Jedi. Je voelt dat ook. Ja, je voelt ook dat die film... De Colin Trevorrow stond op de onderste rij met de schrijver en JJ en een andere schrijver stond erboven. Ah, ja. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de tweede versie is dan, als ze bovenaan staan. Ah, okay. En je doet nog een verschil. Als er staat of een ampersand, dat wil ook nog iets anders zeggen. Dat wil zeggen dat ze effectief... Samengeschreven hebben en dialogen ook, wil dat zeggen. Alleen, er bestonden zo regels over. Zeg, nou, we toch daarover bezig zijn. Weet iemand dat eigenlijk? Dus die verhalen, er wordt geput. Als ze bijvoorbeeld nieuwe personages pakken of zo. Is er wie eigenlijk... Heeft George Lucas zoveel geschreven dat die kunnen uitputten? Of als die zo'n nieuwe personage introduceert, is dat allemaal maar zijn regisseur zijn eigen... Er is een heel alternate universe, extended universe van Star Wars in boeken. Dus, een van de bekendste is Timothy Zahn. Shadows of the Empire? Ja, dat is die gast. En wie heeft dat geschreven? Die dat is Timothy Zahn, noemt die kerel. Z-A-H-N. En die heeft inderdaad Shadows of the Empire. Die heeft een trilogie geschreven die ze de Thrawn-trilogie noemen, omdat dat eigenlijk het einde van The Empire... Palpatine is zogezegd dood en The Empire is gedaan, maar dat is natuurlijk nog niet... Omdat die dood is, dat alle Imperials stoppen mee te regeren. Maar die over boeken, een heel universum. Die zijn wel George Lucas approved aan die boeken. Ja, uiteindelijk, dat is wel zo. Ja, maar dat is niet officieel canon, want dat werd door de fans wel zo gezien, omdat er niks anders was. Hè. En de leider van de Empire dan is Grand Admiral Thrawn. Dat is zo'n gast met een blauwe huid. Die is zo'n mega strategisch, hè, zo'n admiraal. Die ook in die tekenfilms zit. Ja, die zit ook in de tekenfilms. Wars. Daar zit je... Nee, in Rebels. Rebels zit je in. Ja. En dat is zo'n... Ja, dat is... Er zijn ook comics, hè, want er is ook Dark Horse bijvoorbeeld. Die hebben een tijd... Want Star Wars heeft heel lang bij Marvel gezeten. Nu zitten die terug bij Marvel, maar die hebben een tijd bij Dark Horse gezeten. En die hadden een hele saga met de terugkeer van Palpatine. En dat Luke naar de dark side gaat. Dus die hadden ook zo'n heel verhaallijn dat daar... En dat sloot dan eigenlijk ook aan on Heir to the Empire en dat soort dingen. Dus er was wel eigenlijk heel veel om het te putten. En dat was ook redelijk controversieel met The Force Awakens. Dat ze toen zeiden, A, Disney heeft het gekocht. En B, nee, ze gaan niks van die dingen doen. Ja. Ze gaan volledig een andere richting. Maar
George Lucas in Irak geen ballen meer mee te maken. Maar nee, ik denk wel dat hij wel... Ah, hij zal nog cashen, maar je kan niet zeggen dat wil ik niet. Hij heeft geen creative input. Maar hij wel een storyline vroeger uit voor 9 afleveringen. Ja. Dat heeft hem wel ooit uitgeschreven. En waarom is hij met 4, 5 en 6 begonnen? Omdat 1, 2 en 3... Dat, opbouw. Ja, nee, dat de effecten nog niet... Technologie. De technologie was er niet zo ver stond om die eerste episodes eigenlijk... Die werelden ook en allemaal, om die eigenlijk goed te krijgen. Ja. Dus de vier was de goede koepste om als eerste te maken. Te beginnen, ja. Plus wat dat ook nog een beetje had, was een hele grote fan van die serials, tv-serials, gelijk Flash Gordon en dat soort dingen. En dat had ook altijd vaak dat je keek, episode 4, Flash Gonorier, en doe nu dat. En dan zie je die episode. Dus dat ook zoiets van die pulp-dingen dat je cool vond, dat je in een verhaal valt... Ja. En het gevoel het van, dat er, er zijn al dingen gebeurd. Dat zie je ook altijd, elke film hetzelfde begint. Hè, crawl, de credits, crawl, en dan zo, en dan is ze de midden maar in... Maar de crawl, dus ze zitten al in die crawl en ze spreken al over Palpatine's voice. Wat eigenlijk een klein beetje jammer was, want ze spoileren nu een eigen film al. Ja, want dat ging dat niet meer al over... in de trailer. Ja, ik vond dat zoiets van, oké, kom... En u stond er toch ook in San Diego op Comic-Con, of noemt dat zo? Ja, en ik vond dat... Dan vroeg het wat vooruit, hè. Dan had je zoiets van, oké, die crawls zijn eigenlijk altijd wat er tussen twee films gebeurt. Ja. Ja. En dan zie je ook in die Supreme Leader Kylo Ren. Ja. Oké, dan weet je niet naast Supreme Leader. Ja. Moment dat hij wist al, hè? Dat wist al van The Last Jedi. Snoke was dood, dus hij was Supreme Leader. Hè? Maar hij is nooit zo genoemd in The Last Jedi. Ja, toch? Maar hij heeft zichzelf zo genoemd. Ja, want hij had dan dat conflict met Hux, denk ik zeker. Ja. Op tende. Trouwens, hebben we ook gezien dat Lucasfilm nu in zwart-wit was? Zwart onthouden, Bert. Dat vond ik... Dat is normaal altijd in het groen. Ja. En nu was hij in zwart-wit. Oké. In zilver zo. Alright. Ja. Dat is mij niet opgevallen. Ja, dat vond ik heel raar in het begin. Ja, vonden, ik heb dat ook gezien. Wat vonden we... misschien de volgende of zo. Sven, duidelijk heel positief. Mm-hmm. Wat is dat in Gremlins-taal nou weer? Dat is voor mij is dat een seal of approval. Mm-hmm. Dus meer dan 8 op 10. Mm-hmm. Minstens 8 op 10. Ja, minstens 8 op 10. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Bij mij is dat geen seal of approval. Oh. Maar wel 7 op 10. Omdat ik heb niet zo de typische Star Wars momenten dat ik zelfs met Rogue One zo had. Het was allemaal weer nieuw. En dat vind ik een beetje jammer aan The Force Awakens en The Last Jedi. Is dat er nooit echt teruggegrepen wordt naar de gekende elementen. Allee, nu hadden we zo plots wel die de Sandcrawler van de Jawas, of hoe heet die? Mm-hmm. En dat zijn zo de momenten, like in Rogue One, we zijn samen gezien, komt plots die... AT-AT. Ja, de dienen daar. De baby at was het. En dat zijn dan zo de momenten dat ik zo in had. De baby at. En dat schijnt is aan de Mandalorian ook veel zo van die momenten. Mm-hmm. En daarbij zou ik dan toch wel hebben zo van... Wow. En dat vind ik dan jammer. Dat beperkt mij dan toch in mijn beleving van... Het is echt een Star Wars film. Allee, als like de Source Fights... Ja, als Kylo Ren en Rey voor de 5e keer in de film tegen elkaar vechten, dus dat moment is niet meer zo episch als dat in de originele trilogie zo is. Mm-hmm. Maar al bij al, het is wel een clean slate inderdaad. Oh, van Ewoks. Ewoks zit ook gezien. Ja, Ewoks zit er ook in. Ja. Bespin, Cloud City, zie je ook even. Ja. Tatooine. Maar dat zijn, dat zijn echte momenten dat er zoiets zet van, ja, maar... Mm-hmm. Nou, het schijnt in de Mandalorian zou dat toch wel meer zo van die dingen zijn. En maar ik heb me geamuseerd. Hè. Ik heb ook geen ene keer op mijn uurwerk gekeken en ook niet aan gedacht om op mijn uurwerk te zien. Dus het is zeker oké, maar het was zo dat extra excitement dat ik zo net niet zo. Mm-hmm. Moment wel dat ik dat wel had, was bijvoorbeeld het gevecht tussen Rey en de Emperor met die bliksem. Ja, was een graaf. Dat was een beetje het moment zoals dat in de Last Jedi de throne fight scene had. Mm-hmm. Dat zijn van mijn die moment. En moest er meer zo'n aaneenschakeling zijn, dat is dan een stapje beter voor mij nog. Maar ze hebben toch niks laten liggen, hè? Allee, je hebt zo elk element dat je zou kunnen zeggen van... Ah, dat is zelfs dingen. Wedge Antilles. Mm-hmm. In de Flash die je mee komt vechten. Yeah. Ja. Yeah. Wat dat mij opviel vooral is dat... Waar dat, zoals Alex al zei, in The Force Awakens, dat het meer fanservice eerder was, mm-hmm. vond ik dat hier minder fanservice was en echt meer nagedacht was of hoe kunnen we... De Last Jedi rechtzetten. Ja, mm-hmm. niet alleen en dat. En gewoon laten maar eindigen, hoe kunnen we de saga laten eindigen? Ja. Ja. Dus dat vond ik wat positief. Mm-hmm. Er zaten voor mij wel wat
ambetantigheden in qua verhaallijn, wat plotholes, net omdat er zo hard geprobeerd werd om The Last Jedi te negeren. Vooral heb ik dat wat probleem met Palpatine en zijn grand scheme, laten we dat maar zeggen. Dat vond ik zo'n beetje iffy. Maar wat dat ik wel had, en ik moet wel een beetje de vergelijking continu maken met The Last Jedi, gewoon omdat ik ook dat ook de mindere film vond. Ik voelde in de eerste 5 minuten al de grandeur opnieuw. Ja, van dat Star zeiden heel oké. Je zei, dat is al letterlijk tegen u gezegd. Dat duurde dus dat is al beter minuten. Dan Neil de vorige film. Ja, dat was ook de eerste 5 minuten dat ik zei, ja, deze is al beter dan de vorige film. Maar dat was ook, dat was ook wel zo. Maar dan vond ik wel dat de film soms wel een klein beetje moeilijk op hang kwam. Ja. Zo. Mm-hmm. Wat ik ook vond in het begin, er zijn wel een paar... Er zitten een paar pacing issues in die film ook. Ik vond dat er bepaalde stukken in het begin bijvoorbeeld, vooraleer, dus op die eerste planeet dat ze zitten... Die Goa-feest. Nee. De allereerste planeet. Vond ik dat is precies of dat er dan nog dingen uitgeknipt zijn. Want je ziet, Rey geeft de lightsaber af aan Leia, want ze is er nog niet klaar voor. Een minuut later krijgt ze die lightsaber terug. Volgens mij is dat iets dat uit Force Awakens komt. Ja, hoe zit het eigenlijk met Leia? Dat is toch goed... Dat is heel goed gedaan, hè? Behalve als ze jong was. Dat was Ja, maar Mark Hamill niet, hè? Voor de specialisten, het is goed gedaan. Tuurlijk, het is altijd gewitted. En dat is altijd echt het wit. Maar er waren eraan. Toch al scènes opgenomen. Maar valt dat, mij wel opviel was dat hij heel weinig veel tekst deed. Ja, dat viel me ook op. Dat als echt een acteur, dus duidelijk, die kan niet drie zinnen om elkaar lijmen. Nee, en je ziet ze heel veel van de rug. Van universe, En ook soms dat je het gevoel hebt dat ze daar eigenlijk niet is. Ze uit een andere scène geknipt is. Ja, dat ze die erin zit. Maar dat is wel, op zich, was dat wel keigoed gedaan. En ze krijgt ook een waardig einde. Een closure. Van ook de afdeling komt ook als eerste. Hè? Ja, Carrie Fisher, patat. Van die films waar dat die de-aging of die CGI in gebruikt wordt, moet ik wel zeggen, ik vond dit wel heel goed Carrie gedaan. Carrie Fisher niet zo goed gedaan. Nee? Dat vond ik redelijk plastiekerig. Dat is toch dezelfde als in Rogue One? Mm. Dezelfde actrice? Nee. Ik bedoel de oude. Ah, ja. Oké. Okay. Want ik weet dat er waren volgens mij toch al een paar scènes opgenomen. Volgens mij is dat echte footage allemaal. Ja, maar niet van deze vooral. Volgens mij van zijn eerste. Ja, maar volgens mij is ook haar uit shots gehaald. Hij daar nog dingen gefilmd die een link zouden hebben naar The Last Jedi, maar die dat niet meer hebben. En dat hem na die link terug heeft gebruikt. Ja. Like die opleiding van Rey. Dat zou wel eens heel goed kunnen. De training. Dat leek mij ook redelijk logisch. Hè? Want het probleem dat ik altijd een beetje met Rey heb gehad, is dat ze hebben daar zo'n goede term voor die eigenlijk uit Star Trek komt. Dat was zo'n een vrouw die ooit zo'n een mini-novelle... Je moet dat misschien eens opzoeken. Andries, dat is zo iets van een Trekkie en dat gaat over Mary Sue. En een Mary Sue is eigenlijk een naam dat ze geven aan een personage die eigenlijk in alles direct goed is. Ja. Zo iemand die komt erin, die heeft nooit een probleem... Die zit in de Millennium Falcon in 2 minuten. Erin, kent hij dat beter dan dat? Hè? Kan die dingen repareren? Ja, voilà. Dus hij komt eigenlijk van... Mary Sue is an idealized and seemingly perfect fictional character. Typically, this character is recognized as an author, insert or wish fulfillment. Dat komt eigenlijk want het zat eronder, denk ik, over Star Trek. Juist. Het is zo'n soort... Ja, dus Lieutenant Mary Sue, the youngest lieutenant in Starfleet. Only 15 and a half years old. En dat is ook degene die in dat verhaal... is hij slimmer dan Spock? Maakt hij betere beslissingen dan Kirk? Alles wat hij doet is altijd juist, hè? Die pakt een lichtsabel voor de eerste keer vast in The Force Awakens en die wint van Kylo Ren, een gast dat er al heel zijn leven niet alleen in traint, maar getraind is door de beste Jedi's ooit. En dat heeft een klein beetje soms iets wat deze film soms ook wat had, dat ik denk, ja, tuurlijk zal zij het wel weer oplossen. Ja. Zij zal hem er niet neffen gooien. Zij zal nee, niet maar het missen wordt nou wel verklaard. Ja, waarom, en dat is waar. En dat is wel goed. Want ik heel een tijd nog altijd aan het denken was van... Die is toch wel ook een kind van Han en Leia? Ja. Of die is een dochter van Luke? Maar deze had ik maar vanaf de bliksem wist het toch? Vanaf de eerste keer als een bliksem met haar vinger... Want ik heb tegen u gezegd, Maarten. Maar daarvoor niet. Daarvoor is er nog... Die lijn had ik nooit niet gedacht. Nee, ja. Omdat, maar ja, Palpatine kwam het er ook niet aan te pas in de eerste... Allee. In aflevering 7 en 8. Ja, want dat was ook Snoke,
Ja. Dat was, ik was dat wel te hopen op de return van Snoek dan eigenlijk. Ja, je ziet hem in zo'n ding. Je ziet hem zo in zo'n... Die heeft wat mannetjes gekloond, hè, en zoiets. Dat is eigenlijk die heeft gesproken door iemand anders. Ja. Maar het coole was, want ik heb wel het gevoel, omdat je, als je ziet hoe dat het, hè, wat inderdaad, Rey is, wederom, spoiler alert, dat dat naar Palpatine is. Ik denk wel dat dat ook wel het plan was dat dat daar naartoe moest gaan. Dat denk ik ook. Ik heb niet het gevoel dat de Emperor daarna maar wat bijgesleurd is, omdat ze niet, ik denk dat dat was waar hij altijd naartoe wou gaan. Dan kreeg je natuurlijk die blindside van in de vorige film, Your parents are nobody. Eh, dat je zo denkt, wat is dit? En J.J. Abrams zo waarschijnlijk... Yeah. What the fuck, zo, dude? Oh, come on, man. Ja, maar dat is inderdaad wel een valabel punt. Want ik vond dit wel een beetje... Misschien een klein beetje geforceerd. Die return van. Mm-hmm. Net daardoor. Omdat je begint met The Force Awakens. En ik kan mij perfect voorstellen dat bijvoorbeeld een J.J. Abrams ook al... meegeschreven had, die had dan waarschijnlijk al perfect die films onderverdeeld in zijn hoofd van ja, ik denk dit en in de tweede film kan dat. Maar aangezien dat allemaal niks wordt over gezegd, vond ik nu die herintrede wel zoiets van oh ja. En wat jij heel hard zei, er straks van ja, soms stoort het me dat een beetje de fuck you naar Rian Johnson. Nu dat je deze zegt, herinner ik me. Waar ik dat ene keer echt heel storend vind, dat is eigenlijk de laatste scène van The Last Jedi. Waarin zo dat klein kindje zo... Oh ja, hakkelijke scène. Maar wacht even. Sven, ik weet het. Echt waar. Maar goed. Maar je hebt dat zelfs niet gezien, hè? De Lost Boys, jawel. Nee, wij hebben het u moeten uitleggen. Maar wat schoon was toen... Nou heb ik het wel teruggezien. Dat is wel heel... Dat vond ik ook nu... Want eigenlijk was het daar toen, wat we zeggen, was... Iedereen kan het zijn, waardoor dat ze meer opties hadden. En ze hebben dat volksgevoel hebben ze wel enorm hard de kop ingedrukt. Ja. Ja, ja. Dat is, want die andere dingen dat je al zegt, zelfs met die helm kapot doen, dat een helm niet belangrijk is, wat ook duidelijk was. Dat was duidelijk, maar ja, dan kon ik de dynamiek nog aan. Maar met dat kindje na had ik zoiets, ja, dat moet... Dat was eigenlijk de boodschap van The Last Jedi. Want dat was eigenlijk een straf. Dat verhaal van The Last Jedi. Rustig, Sven. Maar hij zei daarna toch ook op een gegeven moment, hè, als Richard E. Grant zei dan zo van, wie zijn die mensen? En dan, the people, sir. Well, ja, de people hebben gezegd van, nee, we gaan terug te Star Wars die we willen. Dat zit er ook in, hè. Mm-hmm. Vind ik dan. Ja, dat is natuurlijk, pas op, het is ook niet gezegd dat niet is, hè. Het is ook, die twee zijn natuurlijk speciaal omdat die zo'n hele rare connectie hebben. Hè? En daarom zijn die, wat dat die zijn, hè? Kylo Ren en Rey zijn eigenlijk, die zijn met twee nodig om te winnen van die Emperor, want anders was dat niet gelukt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere mensen zijn die de Force kunnen hebben. Dat wordt eigenlijk niet... Ontkracht, maar er wordt niets mee gedaan, natuurlijk. Op dat je naar The Last Jedi, hoe slecht of goed het was, dat einde was wel een straf, een sterk einde. Wacht, rustig, je kunt dat niet goed vinden, maar dat was wel een einde. Ja. Hey, dat einde je bedoelt het moment dat hij een bezem ja, met zijn hand vliegt. Ja, okay. Harry Potter of wat? Ja, maar dat is iets anders. Je vindt het niet goed, maar dat is wel straf dat je dat negeert. De boodschap snap ik. Straf, ik had dat gehoopt dat hij dat zou negeren. En he does it. Allee, jong. Dat is gewoon een heel ander soort film dat je dan... Ik weet het, maar voor de, maar als je ze allemaal naar elkaar gaat zien, hè, want nu zit er altijd een jaar tussen, maar stel binnen een paar jaar dat het zo... Hey, we gaan ze nog eens allemaal achterin zien, dan gaat het toch wel zoiets in me van... Want dan gaat er een minuut tussen zitten, tussen die twee films. Wel zo, wow! Nee, tenzij dat je de mijne versie ziet, hè. Dat is allemaal ondertussen geknipt, hè. Ja, juist. Bart zorgt af en toe voor... Er is één dingetje dat ik wel... dacht van dat gewoon aan gebeuren, dat niet gebeurd is in deze film. Toch niet laatst, hè, want dat was super voorspelbaar. Hè? Zo, what's your last name? Nee, dat was fantastisch. Ik vond dat wel heel schoon. Oh, ja, ik vond dat ook heel schoon. Daar heb ik een traan weer. Ik dacht van, wanneer komt de titel? Daar is de titel. Daar is de titel. Maar nee, ik dacht, Kylo gaat verkleed als Darth Vader komen en gaat zoeken tegen de... gaat dat masker van zijn bomp hebben opgezet en gaat zo tegen de Emperor vechten. Dat had een schoon moment geweest. Ik denk dat we dan nog... Ik had ook nog gehoopt toen dat ze op die planeet van de Sith zaten en er zitten er dan massa's klaarblijkelijk, hè, zo wat af te wachten van, allee, wanneer mogen wij hier doen? Allee, hier zijn we dan het omen moment. Die dat er allemaal zitten. En ik dacht, die zijn met twee en die gaan moeten vechten.
wie weet moeten ze een tweede verzinnen voor Kylo Ren om tegen te vechten. En dan had ik heel gerne een metalen poot op de grond zien staan en een dubbele lightsaber zien opengaan. Ja, en denk je, ah, in Solo werd Solo hem aangekondigd ja. en hier ja. doet ja. hem het. Just. Zo, hier is Darth Maul terug. Maar ik ja, dat wel, is dat ook niet gebeurd. Al bij al, twee dingen aan mij opgevallen zijn. Ik denk, ze moesten heel veel gaten vullen of allez, dingen om elkaar knopen. Ja. Het is een huzarenstuk. Ik denk dat ze er wel behoorlijk in gelukt ja. zijn. Ja. Zeker, allez, want dat was niet simpel. Waar ik toch nog wel even iets over wil zeggen, en ik kan niet de enige geweest zijn. Paarden op het ruimteschip? Nee. Er waren niet echt gravity paarden, and what is ja. going on there? Het waren niet echt paarden, hè? Ja, maar ja, je weet wat ik bedoel, hè? Nogmaals, daar wil ik nog niet over hebben, maar hoe goed was die openingsscène, man? Ja. Hoe zot, zelfs in tijden dat we ondertussen toch al wel wat gewoon zijn, was ik toch nog onder de indruk van de grandeur ja. van die... van wat is het naam weer van de planeet? Ik vergeet. Elegos? Nee, wie het nou weer? Allee, de wereld waarin dat de keizer zit. Ja, ja. Exodon of zoiets? Ja, met die Star Destroyers. Oh, ja. Pop, 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 pop. En natuurlijk niet, ook het moment dat ik echt kekenvel was, als, echt, als de Death Star er ligt. Ja, dat is Maar weten we waarom dat deels ook ligt hier in deze film? Film wederom een verschil met Last Jedi. De camera angles waren opnieuw Star Wars. Een andere cameraman volgens mij. Dan Mandel. Dus, Sven, dat was ook Rian Johnson, die deed dat ook vorige keer. Als je kijkt naar de chases... Die deed ook de catering, wat niet lekker vindt. Echt slecht eten, heb ik horen zeggen. Oeh, de director en de Jedi niet gezien. Dat was dikke fun, hè, met die gast. Sorry, die taloren vlogen wel vanzelf in je bakkes voor je of andere reden. Heb je dat gezien, die documentaire? Nee, totaal niet. Ik kan gewoon even stoken. Het is even saai als die je vindt. Oké. Echt. Zij is in Like Mike en een ander hier al geweest. Want die hebben het rapfeestje gedraaid, hè. Dimitri Vegas en Mike. Het rapfeestje van Rise of Skywalker. Die doet ook, yeah? ook in Rambo mee, hè. Een van die gasten doet in Rambo mee, volgens mij. Ja, ja. Les Blot, hè. Maar anyway, de Martin... sorry, Martin. Meer onderbroken. Camera angles, dus... je wordt meer betrokken in die film als kijker. In de flights, hoe dat ze de camera gepositioneerd hebben... Je zit veel dichter op die engines. Je zit veel dichter op de vliegtuigen. De manier waarop dat er gekut wordt. Dat was in je zit dichter op de Force Awakens ook. Ja, maar niet in The Last Jedi. Ja. En dat voelde ik direct. Het is daarom ook dat ik zeg, in die eerste 5 minuten had ik weer dat Star Wars gevoel. Ja, maar de Last Jedi begint ook niet met een pan naar beneden. Hè. Je zit op de sterren en er wordt gekut naar een planeet. Maar terwijl standaard is Star Wars, je zit op de planeet, de camera gaat naar beneden en er is iets aan het gebeuren. Ja, maar het is gewoon dat rollercoaster gevoel dat je opnieuw creëert hier in The Rise of Skywalker. Wat dat ik nooit op geen enkel moment gevoeld heb in The Last Jedi. En dat was echt een duidelijk verschil voor mij ook. En dat hielp om opnieuw weer in... Voor mij te zeggen van, ja, ik ben naar een Star Wars movie echt aan het kijken. Ja, eigenlijk was dat een enorme drastische cut, vond ik. Ik heb heel de tijd naar The Last Jedi zitten kijken en zitten denken, wanneer kon ik het voelen? Ja, klopt. Zo, dat had ik heel de tijd mee, hoe hard het ook fanservice was... Met de Force Awakens zat ik heel de tijd... Yes, yes! Deed na het einde. Heel de film geblet, hè? Ik was heel de tijd gelukkig. Hè, helemaal op het einde, dat moment dat zij die lightsaber... En je ziet Luke en je denkt... Oh, tranen. En dat was allemaal fantastisch. En vanaf dat die Last Jedi begint... Zat ik na een half uur nog altijd... Ik zit hier nog altijd niet mee met deze gedoe. En toen denkt hij, nu heeft de regisseur gezegd, nu heb ik ze allemaal. En toen is een scène van de Phantom Menace met die casino-planeet. Ja, dat was ook... En vooral hetgeen dat ik... Wat veel mensen, degene die pro waren, of dat wel een goede film vonden, die zeiden allemaal, ja, maar het is tenminste niet iets anders. Dus dat ik wil zeggen daarnet. En dan denk ik, ja, maar... Doet dat dan niet in deze saga. Maar ook als je iets anders doet... Dan moeten ons ook wel iets in de pluts geven voor hetgeen dat je doet. Ook, dan moeten niet zeggen... Lightsaber, fuck you. Snoke, fuck you. Uw ouders, fuck you. En wat krijgen we dan? Ja, niks. Deze is het. Het is allemaal niks. Dat was eigenlijk bijna als The Last Jedi eindigde... Had ik eigenlijk al bijna het gevoel... Tja, een derde moet eigenlijk niet meer maken, hè. Want over wat god is dan eigenlijk nog? Want het heeft nu al gezegd... Dat alles in de vorige film er niet toe doet. Ja. En dat stoorde mij daar verschrikkelijk aan. En ik ben heel blij dat J.J. Abrams, wat ik ook wel verwacht had, ook al een trailer al, kon het eigenlijk al een beetje zien. Ja, ik vond dat een slechte trailer. Ja, dat is waar. Maar dat masker zei je daar wel, hè. Dat masker was eigenlijk al een stuk. Maar ik had schrik na de trailer. Ik dacht van, oei. Als je dan zo... Ja,
van horen vertellen van de Mandalorian, dan, dan dacht ik van oei, 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 oei. God. En ik vind het nu een geniale trailer, want je ziet eigenlijk niks. Ja. Maar dat masker, je bedoelt dat hij dat masker opnieuw gemaakt heeft, ja, want tuurlijk. Ik heb de trailer niet gezien. Tuurlijk, want dat wordt dan ook kapot geslagen. Oké, maar in The Force Awakens zet hij ook niet altijd zijn masker aan. Hè. Vecht hij ook zonder masker. Dus dat is waar, maar het is ook weer een statement van... Ah ja, hij werd wel vergeleken met Darth Vader. Er gaan Wookiees komaf mee maken, dus dat masker slagen we kapot. Dat is ook gedaan. En toen je het hem zag ineenlassen in de trailer, wist ik al, deze is J.J. Abrams, dat zegt, dat was niet het plan, hè, dat dat masker wegging. Juist met in de Planet of the Apes op. Plus, dat was ook wel funny. Ja. Plus, het was wel goed dat je terug die hele leuke... we're looking for them. Die sound vond ik ook heel tof in de eerste in film. In The Force Awakens want vond het is ook. Niet Darth Vader, maar het is wel zo datzelfde soort... Dat vond ik jammer in The Force Awakens, dat hij zo zijn helm af dit kwist. Waarom dat ze het ook deden, ik snapte de motivatie. Omdat er een puistenkop wou zien die over zijn eigen twijfelde, maar het was toch jammer dat hij dat masker af deed. Ik vond dat cool, omdat je ook merkt dat die neemt dat masker niet nodig. Zo, wat dat, hè, Vader overleeft niet als hem dat masker opzet. Dat is ook waar, ja. Terwijl hij doet dat hij echt puur alleen omdat hem zijn grootvader wil zijn. Als hij dan zijn masker af heeft en je ziet dan zijn neus in 3D, zou ik ook even zo, oei, mijn oog. Dat past nooit niet in dat masker. Ik heb er wat brood in gegooid. En je hebt het gesneden teruggekregen. Heeft er iemand John Williams gezien? En dat vliegtuig? Nee, dat was Daniel, noemt hij C-3PO? Anthony Daniels. Anthony zat hij niet in een van die nee, new fighters? Wedge Antilles. Wie is dat? Dat is die piloot die er altijd blijft inkomen. Ah, ja. Je zit er altijd in. Maar John Williams speelt op een gegeven moment zo met een ooglapje, zo een die niet ontfixen is. Ja. Is dat echt? Ik heb dat totaal gemist. En de stem van D.O., dat is de stem van J.J. Abrams. Oh, is dat? Ja. Dat wist ik niet. Heb je dat allemaal zo gemerkt? Ongelooflijk. Nee, ik heb nog de endcredits gezien, terwijl het gewoon al aan het bouwen wordt. Ja, die leggen hangen dan achter drie pancartes. Maar de cameo's staan niet op de endcredits, dat is ook goed, hè? Mm-hmm. Ik denk dat Harrison Ford in de last resort is geweest. Van, come on, jong. Come on. Want hij wou het niet meer, hè? Nee. En ik denk dat het was van, come on, doe dat. Want de fans, we willen alles close, dus gaan we het nog eens terugkomen. Maar ik denk dat hij ten tijde van The Force Awakens was wat tegen zijn goesting, maar ik denk dat hij dan met Blade Runner toch wel weer zo nostalgisch... hoesting teruggekregen heeft, waarschijnlijk denk ik. Een goede paycheck. Zeg, heb je iemand dingen gezien? Ed Sheeran zat er blijkbaar ook in. Dat is volgens mij een van de stormtroopers. Ja, Ed Sheeran. Ja, natuurlijk. Zetten er dan niet Daniel Craig was dat zo? Ook, In The Force Awakens was Daniel Craig die ene die dat zo... Twijfelt. And drop your gun. And dropping my gun. Dat je dat zo laat vallen en wegwandelt. Trouwens, even tussen naaksjes. Even niet helemaal anders, maar fuck it, we zijn toch bezig. Daniel Craig, nieuwe Bond-trailer gezien? Nee. Ziet er wel cool uit. Ja, maar ik kijk niet naar trailers. Dan is dat extra verrassend. Ah, okay. Als er op los een Star Destroyer ligt. Ik kijk wel naar trailers, maar die heb ik gemist. Dan kon ik niks zeggen. Die heet No Time to Die, de nieuwe Bond. En ik ben toch wel weer een Sam beetje... Is dat Sam Mendes weer, of niet? Nee, het is een andere regisseur. Ik weet niet meer juist wie dat was, maar het is niet Sam Mendes. Maar ja, Sam Mendes had in 1917 gedraaid, die volgende maand uitkomt. Dus, ik wist dingen als... Maar ja, we zijn toch wel random bezig. Sven als acteur. Dingen zitten er ook in. Hè? Ja, ik heb hem even opgezocht. Ik wist ook met juist Dominic Monaghan. Die, van Lord of the Rings. Lord of the Rings. Ja. Charlie van Lost. Ja, inderdaad. De Hobbit, dat ik dat juist zei. En ook die ene is ook altijd... Ben je dok, Brandybuck. Ik weet niet even wie dat je dit. Is dat een Australisch accent? Is dat die met zijn bordje, zo de rebellen... Die zit er juist zelfs tot als in Lost. Ik ken die niet. Mm-hmm. Maar dingen wel, Kerry Russell, die speelt het liefje van... het ex-liefje van Poe. Kerry Russell is die van die Americans. Oké. Want je ziet even zijn ogen. Dat vond ik een goed personage ook trouwens. Ja. En zo op het einde ook van, nee, dat is bol af. En dat hij er zo naar kijkt van, wat denkt de kusken? Ja. Dat is ook een J.J. Abrams, of ken ik hem, die gast, zo'n een iets mollerige rebel fighter. Ja. Die eigenlijk, die ik... Is dat niet John Favreau? Nee, dat is een zwart. En die komt eigenlijk uit Alias. En Heroes. Ja, maar in Alias Heroes is er nog voor. J.J. Abrams. In Alias, wat heel zot is, dat was toen, dat is met de verrukkelijke Jennifer Garner. Ja. En er speelt een jonge gast in die op dat moment een halve love interest is dat hij niet kan krijgen. En dat is dingen, hè. Allee, je weet hem. Star is Born.
Bradley Cooper. Bradley Cooper. Die dat je daarna elke 2 seconden in de film zegt. Ja. En die is eigenlijk ook ontdekt geweest in die alias. En dat is die zo'n sidekick, is die ene van Wel, die Rebel maar Fighter. Dat doet hem dikwijls J.J. Abrams, hè? Want Kerry Russell bijvoorbeeld, die ziet die Mission Impossible 3. Ah ja. En wacht, maar John... Nog altijd de beste Mission Impossible voor mij. Die van J.J. Die van een hele, hele graven. Ja, met Philip Seymour Hoffman. Ja, die in Milaan of in Venetië of zo. Of ja, in het Vaticaan of wat die is dat? Die openingsscène, dat is ook de meest realistische. Hè? Er zit er zo de minst overdreven belachelijke stunts in. Dat doet pijn. En zat John Favreau in die film? Of zit die gast aan het verwarren met die dat hij er juist over bezig was? Ah, ja. Maar die leek er wel een beetje op. Dominic West, die is ooit nog begonnen, al doorgebroken naast Patricia Routledge. Mm-hmm. In Hattie Wainthrop Investigates. Heb je dat nooit gezien? Ja. Dat is een tv-serie, detective-serie. Zeg maar niet. Patricia Routledge, dat was dinges. Hè? Dat Keeping was, Up Appearances. Mrs. Bouquet. Hè? Ah, oké. Okay. Zeg, in Richard E. Grant vond ik ook wel leuk. Zeg. Heel leuk om die nog eens terug te zien. Wie, een beetje de... Mocht er nog wat meer in gezien. Ja, vind ik ook. Beter dan, Donald Griesen, hè? Ja, die toch wel een goede closure krijgt, vind ik. Ja. Want ja, maar die... You love him een beetje, hè? Er zit wel dat die een momentje in I'm a spy, toen had ik al zoiets... Ja, dat moest van de producers erin precies, of zo. Hè? Maar, nee, maar dat voelde toch aankomen, wie dat tuurlijk, spy is. Maar je moet dat toch niet letterlijk zijn? Dus, maar ik geef hem ook het voordeel van de twijfel, want hij is ook wel... Ik zeg het, ik heb nou ook weer van de morgen aan dingen gezien, The Last Jedi, en dan heeft hij een grotere rol in, of zo. Het past wel. En wat ik ook wel had, waar ik wel een goede throwback vond, is inderdaad zo... De dark side, al die officieren. Waarom is Richard E. Grant zo goed? En dat zijn inderdaad, zelfs in die oudingen, dat waren allemaal van die Engelse karakteracteurs. Ja, absoluut. Ja. En ik dacht... En hoe blinkend zijn die vloeren, man. Ja, dat is goed. Dat viel me na ook echt weer heel hard. Mannen, vullig, het is altijd bij die rebels. Ja. Wat er ook tof is, is als die stormtroopers eender wanneer in de hang lopen en er is niemand bij onder, dat ze toch in het gareel lopen. Ja. En die kunnen niet mieken, hè? Nee. Stormtroopers. Nee. Die roeien wel, maar die weten niet. Het is ook altijd funny dat ik er in zat te kijken en ik dacht, ja, en die ingenieurs die trekken toch ook nog altijd op geen kloten, want je schiet ene keer op een kanon en heel dat ding ontploft. En ze krijgen het maar niet goed, hè. En ook, dus also have star-killing capabilities. Ja, maar we weten altijd wel dat er toch weer zo één air duct in zit waar je niet op moet schieten of heel dat ding ontploft. En ook wel, wat me ook wel opviel, is zo één stukje, denk ik, weer een van de zoveelste escape momenten. Denk dat de Millennium Falcon is. Ik weet het niet zeker. Als hij dan weer in een van de shaft van zo'n destroyer zit. Dan is er zo één momentje dat Finn zo even een zuurstofmasker heeft. En toen had ik echt zoiets. Come on, man. Dat ze er al 9 films niet aan doen. Ja, ik vond dat ook raar. Dat was echt zo. Nou moet het niet afkomen. Want voor de rest zijn ze door ons skateboarden op die Millennium Falcon. En ze naar boven gaan. Lucht. En ik bedoel, wat ik me nog herinner van toen dat een ding hier zat. De Mark van den Broeker. Of had je Gravity. Of had je ook maar één keer in de ruimte komt. Ofwel bevrozen ofwel verbrand. Jij had het ook gezien, hè? Ja, ik ook. Toen had hij een klep zo opgesteld. Stond hij dat ze schiet met zo'n mondmasker. Dat is nu nog nooit gebeurd. En dat is nu ook niet meer nodig. Het is gedaan. Het is afgelopen nu. Misschien is dat een grapje. Malaria pillen pakken en je naar huis gaan. Dat was het een beetje. Dat was echt stoem. Ja, inderdaad. Echt belachelijk. Moet wel zeggen, de inzet van de aanval op dat schip. Met al die niet te paarden. Maar dat dacht ik ook even zo. Je wilde het niet op een planeet doen deze keer. Dus je doet maar. De grondgevechten op een ruimteschip, dat vond ik toch een beetje... Hadden zo boven... wel altijd, dat moet ik toch wel zeggen, toch een klein beetje... Die dieren, altijd, die daarin komen, ik moet altijd wel lachen hoe origineel dat ze weer zijn met het verkleden van gewoon beesten. Volgens mij, Dat waren echt paarden, hè, volgens mij. Ja, maar dan steken ze wel houseboys van die slachttuinen op of een sjal of zo. Was dat een kruising? Volgens mij een paard dat met een town-town. Ja, zoiets. Ja. Gedaan. Ja. Zo. Ja. Wel goede creatures ook opnieuw. Zo van die nieuwe creatures hier vond ik wel. Dat vind ik dan weer jammer, dat nooit dezelfde zijn die dan toch een keer terugkeren. Ja. Waarom moet dat dan allemaal nieuwe zijn? Zeg, Yoda heb ik wel gemist. Nee, zijn stem zat erin. Zijn stem zat erin. Iedereen zat erin. Qui-Gon Jinn zat erin. Anakin zat erin. Mace Windu zat erin. Zat er allemaal in op een gegeven moment. Ben Kenobi, Ewan McGregor. Jar Jar Binks zat er niet in. Nee. Maar het schijnt zit er wel een Jar Jar Binks referentie in The Mandalorian. Dat ik van horen zeg. Oei, okay. Let's never speak of this again. Dat Palpatine zelfs de Jar Jar Binks was. Maar als je nu het rijtje afgaat, Alex heeft al gezegd dat hij het randje heeft weggepinkt. Jij 3 keer geblet.
Dig jij? Nee, eigenlijk niet. Alleen bij het begin. Hè, nee, als ik blaad, de... nee, maar ik, dat is niet om graaf te maar ik zal zelden blaad met een film. Maar ik vond het wel goed. En wel, maar mijn punt is... Ik denk niet dat het beter kon. Mijn punt is, in The Force Awakens, en ik ben van... Ik ben de minste fanboy van Star Wars als ik gewoon naar ons kijk. Maar bij The Force Awakens was ik wel emotioneel. 2 keer. Met Han Solo en ook een ander shot met Leia en Luke, denk ik. Dat was. Of, ja, ja. Dus dat, ik dat, heel dat, dat weet ik 2 keer. Mm-hmm. En hier voelde ik wel van... Dit is een emotionele scène, maar ik werd niet beroerd zoals dat ik beroerd werd... Tijdens The Force Awakens. Nee, het is wel, The Force Awakens is gewoon een betere film. Ja. En The Force Awakens was aan een betere film en kwam na de verschrikkelijkste trilogie ever. Dan was er zo van, oké, we're back on track. Force Awakens kan dan misschien wel dezelfde plot en zo hebben. Qua vibe was dat los erop. Ja. Want ik had dat bijvoorbeeld, want je kunt inderdaad dan zeggen, zoals, en ik snap Sven, zeker Sven, als die dan Han Solo terugziet. Ja, oh, ik begrijp dat. Maar ik voelde dat niet zo. Ach, weer zat. Mm. Ik had, omdat... Ik had dat gehoopt op de veur van, hè, maar ik had dat losgelaten, ik was er niet meer aan het denken. En ik had dat op die moment, ik had dat echt niet verwacht. Ja. En dan ga je dan die stem hoort, en ik zo, dat is zo goed. Hey kid. En je denkt zo, En als hij zegt, I know. Ja. Zonder dat een ander niet zei. Dat was goed, hè. Dat vond ik ook echt een top moment. Dat was inderdaad een heel mooi doorverwijzingskenner. Wat waren, want jij zei er straks van de plotholes, wat waren de dingen dat u opviel of stoorde? Het grootste probleem heb ik had al een groot probleem met het feit dat Snoke zegt in The Last Jedi dat heel die dialogen in scène gezet geweest zijn tussen Rey en Kylo Ren door hem, want hij zegt van ik ben degene die daarachter zat en jullie dachten dat jullie dat waren, maar dat was allemaal maar hij, dat is Palpatine, maar hè? Nu zegt Palpatine dat hij dat was. Maar dan heb ik altijd zo'n probleem, want nu gaan die dialogen verder doorheen The Rise of Skywalker. Mm-hmm. En dan heb ik zoiets van, ja, dan weet het wel of je weet het niet wat dat er allemaal gebeurt, toch? Ja, ja. En hoe Kylo Ren hem voelt en hoe dat Rey zich voelt. En of dat er nog doubt is van de dark side. En dat vind ik altijd, en gewoon het feit van dat Snoke volledig zoep weg is, en nu Palpatine zo plots komt, ik had zoiets van... Dat wringt voor mij een beetje. En als ik dan nog verder, denk ik, al ga beginnen over nadenken... Niet doen, hè. Ja, niet doen. Nee, maar het gaat wel... In het begin, het zijn ik van plothole in het begin, dacht van... Amai, dat gaat allemaal wel rap, hè. En er zijn 2 wayfinders ook. Of, hè, wayfinders? Ja. Dat was ook van design, was dat niet de Star Wars? Nee, dat is dat van Baba Yaga. Dat is die Hellraiser, hè. Hellraiser. Ja, dat voelde waar. En dat He-Man zwaarte was ook zo'n beetje... met don't such sides. En toen met dat Goonies-ding zo... Maar dan zo dat vond ik allemaal wel rap gevonden. Maar bon, dat gaf wel een vaart aan het verhaal. Ja, dat is waar. En dat is weer al... Ja, dat is het ding waar ik dan toch weer terug wou... terugkomen met die uitleg van die Mary Sue. Ze vindt het wel allemaal op 2 seconden tijd. Ja. En ze heeft dat mes vast, ze trekt er zo'n soort sextant uit, ze houdt het vast. Oh ja, daar is het. Jommeken, hè. Ja, ze wel goed, hè. Ja, maar zo. Dat is toch beter als een hoop dwergen die draaifilms erover doen, en plus dat ze in het begin... Ja, maar nee, in plus dat ze in het begin gewoon die vliegende beesten hadden moeten pakken en ze waren er op een uur geweest. Ja, tuurlijk. Maar, en dat is natuurlijk ook, je wilt ook niet een film zien waar die zo 40 minuten zeggen, nee, hier ligt het ook niet. He, dat snapte wel. Het kieken van het moment, maar ik heb het terug. Het kieken van mij is het moment dat ze er in de woestijn zitten en dat ze ragen, dat ze Kylo Ren zien aankomen. Met dat lopen. Met dat lopen. En dan er een drama. Dat zat in een trailer. Dat trailer. Dat zat in een trailer van een schoon moment. Trouwens, ik heb niet op de film totaal NL review gezet. Een beetje wel wat hier gezegd wordt. Ze krijgt wel 4,5 op 5. Maar de kritiek zit er ook wel in. Dus En wat is dat? Filmtotaal.nl. Ah ja, oké. Maar eigenlijk dezelfde dingen is gewoon nogal... maar toch voor de Sven wil ik toch even de laatste zin ervan, want dat wist ik dus toch ook niet. Is er na het afsluiten van deze genealogie een toekomst voor Star Wars? Jazeker, want Rian Johnson, de man achter The Last Jedi, is bezig met een nieuwe trilogie. Ja, maar ik dacht dat dat dan toch dat niet doorging. Dat zonder de Skywalkers. Maar ik heb ook al weet dat, ik heb toch al verschillende dingen daarover gelezen.
En, want je hebt zo van die sites, gelijk wat is dat, Joe Blow en First Showing en dat soort dingen, waar constant wel dingen verschijnen dat ze zeggen, ja, dat is toch ook niet zeker dat dat gaat gebeuren. Het is zo'n beetje een wel eens niet. Ik dacht toen dat The Last Jedi uitkwam dat dat aangekondigd was en dan weer was dat gecanceld. Canceled, dacht ik ook. En is dat nu back on? Zo maar dat komt toch eens met Ewan McGregor, hè? Ja, een Obi-Wan-film was toch ook gezegd reeks, dat dat misschien ging reeks. Gebeuren, of een reeks. Zat je er eigenlijk in? Het zal eerder een reeks zijn, denk ik. Al die stemmen op tinden, al die Jedi's die je hoort, dat zijn ze allemaal die we ooit gezien hebben. All the Sith. Maar, zit er maar, zit geen, maar van de eerste drie zit er toch... Van de prequels zit er toch het minste in, eigenlijk. Ja, de dingen zijn Hayden Sternen of noem Hayden Christensen ook. Hayden Sternen is iemand anders. Maar dat is toch een beetje het moment van in Endgame, hè? En I... I'm Iron Man. Ik heb mijn Endgame langer en meer ontblijden geweest. Ik ook. Ja, ik ook. Ik ook, sowieso. Maar ja, jij zit een Marvel-head, ja, maar... niet echt, hè. Ja, nee? Maar dat was gewoon een goede film, hè. Ja. En wat ik ook, wat bij mij bij Endgame ook een moment was, dat is naar Kaas toen, maar dat was helemaal op Tinder, dat je zo, hè, je ziet zo de aftiteling en je krijgt al die, en dan kreeg je de originele 6 met de handtekening. Nee, maar echt, nog eens. En dan was dat zo, maar vooral dat dan heel de zaal ging staan. Ja, ja. En dan hadden ze weet, je hebt toch even wel 10 jaar in 22 films, of hoeveel zint er, dat is toch redelijk straffe kost wat dat die daar gedaan hebben. Nu met die zaal vol, allez, half vol... Mm. Fans en half vol influencers was toch zo minder sfeer, zo precies. Maar ja, Endgame was dat toch zo. Force Awakens was ook meer die dingen. Omdat je ook voelt bij veel van die mensen, ja, het is nu een cool ding om daar te zijn. Ja, maar wat zaten die daar te doen? Ja, maar dat is de eeuwige vraag. Ik ben er een paar tegengekomen, ik ga nu geen namen noemen, want dat is te gemeen naar mensen toe, maar het zijn bekende mensen, ze zijn heel jong. Hè, wat natuurlijk in hun voordeel spreekt, omdat niet iedereen is opgegroeid met Star Wars, gelijk dat wij ermee zijn opgegroeid. Maar die dat dan ook zo zei van, ja, dat is hier kei gezellig, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waarover dat gaat. Oeh. En dan denk ik, yeah, you're in the wrong crowd here, honey. Ja, maar het is dat ook, dat is die ene foto, dat is die ene story, dat is die ene foto dat ze op Instagram zwieren, hè. Maar vind je al dat echt zo erg? Ja. Ik vind dat nee, maar ik zou het leuker vinden, zoals ik Endgame gezien, en dat was een gewone screening door zaterdag, dat er gewoon sfeer, dat die zaal oesde. Van de vibe van de film. En bij dit soort films vind ik dat niet erg als de zaal zo wat meeleeft. Maar was het niet momenten zo? Het applaus was toch niet... Het was misschien niet maar over... Applaus vind ik nu niet echt nodig, maar zo echt zo... Maar misschien zaten we te ver naar voren. Ik vond dat toch heel leuk toen ik The Force Awakens zag in de zaal, en dat was ook in de avant-première, dat je zo dat moment had dat Chewie binnenkomt. Eh? Chewie, we're home. Jullie zal... of dat je zo... Don't take that one. That's garbage. En ineens draait die camera en dat is de Millennium Falcon. Dat kikkenvel. Ja. Dat wel nu met de Q's, hè. De Q's hebben een... in de zaal. Dat was een moment. Ja, maar dat is geen moment die terug naar de eerste trilogie... Dat was een ander soort payoff. Ja. Dat je denkt, ja, eigenlijk zijn die twee ook altijd iets geweest. En dat is tof dat je dat toch ook een klein beetje krijgt, uiteindelijk. Ja. Wel, dus wel verrassend dat hem dan uiteindelijk toch wel naar het Jedi schimmenwereld gaat. Ja, en uiteindelijk is dat ook cool, want ja, wat al wel een beetje origineel sowieso was aan The Force Awakens, was dat Kylo Ren, in tegenstelling tot de meeste, dat zijn allemaal goeie die vechten tegen de dark side. En hij is eigenlijk ene dat wilt kiezen voor de dark side, maar te veel moeite neemt met het feit dat hem goed is. Ja. Dat hem heel de tijd denkt, ja nee, ik wil toch die evil badass zijn, in plaats van die inderdaad puistige loser, of whatever, hoe dat hij zichzelf dan ziet. Maar uiteindelijk, en dat vond ik wel een heel mooi moment ook, als hem de lichtsabel krijgt, en hij is zijn eindgevecht met de Knights of Ren, dat je denkt, ja, man, hoe powerful word jij geworden als jij gewoon had gekozen om een goeie te zijn. Ja. Mm-hmm. Want dat was een mega badass geweest dan. Ook wel cool dat de Knights of Ren wat screentime gekregen. Dat die er ook waren. Ja, dat je eindelijk door het jaar, je ziet die in zo'n Force Vision in de eerste film. Maar, als hij bij Maz Kanata zit. En die eerste scène, dat je Kylo Ren iedereen ziet uitmoorden, hè? Ja. Dat zit in de trailer van The Force Awakens. Ja. Ah ja, dat kan zijn. Ja, dat zit daarin. Ja.
dat stuk dat je die van de grond heeft en met die, ja, met dat zwaard in de grond. Want met dat moment dat daarin, ja, had ik een beetje Darth Vader op het einde van Rogue One gevoeld. Ja. Zo van, je ziet eigenlijk dat een badass is. Hoe was dat? En hij heeft ook die momenten als hem dan zijn helm terugmakt en hij komt aan boord. En dan kreeg je helemaal Darth Vader. Ja, tegen het plafond. Ja, dat hem er aan die tafel zit en dat je ook voelt. Ja. Je moet altijd die ene smartass hebben dat zegt... wizards and conjurers. En ik dacht, nu gaat Peter Cushing komen en zeggen dat hij hem moet gerust laten, maar dat gebeurde niet. Ja, too cool. Hij had nog juist... I find your lack of faith disturbing. Moet je gezegd hebben, dat is mooi geweest. Maar dat is, dat is ook een heel coole scène. Zelfs James Earl Jones zit erin, hè? Ja. In een zin. Ja. Absoluut. Helemaal in het begin. Ah ja? Ja, ja, in het begin krijg je Andy Serkis, James Earl Jones en Palpatine, want die draaien stemmen, hè. Mm-hmm. Ah ja. Ik ben altijd elke stem in uw kop. Ja. Juist. Ja, Snoke wordt ook uitgelegd, hè, want dat was ook wel iets dat je met de vorige dat je zo dacht... Jammer, hè. Dat is een beetje de dingen, de Darth Maul van die trilogie, hè. Zo een goede villain. Ja, en er wordt niet genoeg mee gedaan. Ja, daarom had hij, gelijk met die casino-scène... Ik had bij The Force Awakens nergens een gevoel van die prequels. En in die film wel. Dacht, ze gaan het weer doen. Ja. Ze gaan weer beginnen met die dingen die nu al gedateerd zijn. Hè? Zo dingen gelijk die podrace, waar je dan zo die tweekoppige announcer hebt. Wow, welcome to CNN Sports. Dat is het juist niet. Maar het is dat dan weer wel. En dat je al direct denkt, dat gaat zo hard niet cool zijn. Binnen een paar jaar. En dat doen ze daar wel. En in deze film doen ze het niet. Je hebt ook duidelijk niet zoveel verhaallijnen nodig om een goede film te maken. Mm-hmm. Want in The Last Jedi gaat Finn met Rose gaat daar eens naartoe. Poe heeft zijn eigen verhaallijn. Rey heeft haar eigen verhaallijn. Luke, je krijgt op een moment ook een klein beetje zijn eigen verhaallijn. En hier blijven ze... nagenoeg altijd echt wel samen. Hè? Dus je hebt gewoon de dark side. Duidelijk dat de bedoeling was. Ja. Hè? Rose hebben gemarieerd, dan was iedereen zo... Ja. En de sluikreclame voor zonnebrillen is ook overduidelijk. Voor mij was het niet overduidelijk, precies. Nee? Nee, vertel. Hoe heet Kylo Ren? Ray-Ban. Ja, Ben en Ray. Ray-Ban. Oh my god. Ja, het is bijna 2 uur s'nachts zeker. Niets onthouden van de films. Kerstmis de boom in, zeg ik. Dan een kaagoeie. Ik had dat totaal niet door. Dat is eigenlijk wel funny, deze. Ja. Ik vond wel ik had dat heel hard met dingen. Hè. Arthur Fleck, de Joker. Ja. Als je dat afkort, die is een voornaam. A. Fleck. Affleck. Oh, godverdomme. Dat ik dacht, wat is deze? Is deze een klein beetje of niet? Wat is deze? Ja, ik vond dat een beetje... Dat zou wel eens kunnen. Ik blijf dat Dat komt niet uit de comics of zo. Nee, totaal niet. Totaal niet. Die is eigenlijk altijd unknown geweest, de Joker. Ze hebben nooit geweten wie dat was. En dan is dat één Jack of twee... Nicholson heet hem een Jack andere Napier, naam. En dat is overgenomen in een paar comics. Maar dat is niet... Eigenlijk canon, als je echt zegt, de Joker, dat is altijd unknown. Maar in ze de Killing, niet weten in wie de dat killing is. Joke heeft hij toch ook een naam gekregen? Nee, dan heeft hij geen naam. Je ziet wel het personage en je krijgt een soort origin. Ja, maar er komt geen naam. Nee, en helemaal op tinde zegt de moek, zegt Batman zoiets tegen hem van... Ja, man, iets over zijn verleden of zo. En hij zegt, if I do have a past, I prefer it to be multiple choice. Ja, daar zegt hem eigenlijk, wie weet of dat deze allemaal waar is, wat ik hier juist heb gezegd. Ja. Dus, en dat is het coole on Joker, ook om die film, want uiteindelijk is dat ook. Dat is ook heel slim gezien, een film waar ik... Toen ik hoorde dat ze hem gingen maken, dacht ik, Ja, want ik weet dat nog, want ik vroeg de laatste keer dat we hier geweest waren, kijk je er naar uit? En ik zag de tweede trailer, want de eerste trailer dacht ik, ik weet het niet, maar die tweede zo, als je dan Send in, de clown, je ziet hem, dan dacht ik, ik moet dat toch echt gewoon zien. Ik moet wel zeggen, ik vond dat wel een graaf. Ik wil hem nog een tweede keer in de zaal zien, want bij mij was, ik vond het zeker niet slecht, maar... Ja, de buzz was al zo gigantisch dat het al een beetje lastig is om er naar live up te gaan. Heb je er moeite mee als je... Soms. Maar mijn grootste probleem... probleem was... Ik zat naar die film te zien en ik zag bijna alles King of Comedy. En als het niet King of Comedy was, was het Taxi Driver. Of vonden dat Network, zo erg? Want ik heb die nou wel allemaal... Network ook, maar... Maar dat is allemaal
waarschijnlijk een soort van ja, inspiratie geweest. Hè? Maar ik vond echt King of Comedy kwam toch wel maar hard ik, door. Ik, ik zeg niet dat je ongelijk hebt, maar ik vond wel dat dus waarschijnlijk is dat het lot van een hoge boom, maar ik vond wel dat er enorm kritisch gedaan werd over Joker door mensen. Dat was toch een uitstekende film. Als je dat soort dingen allemaal gaat gebruiken, dan zijn er veel maar films die een film probleem hebben. Ik wil die film nu de tweede keer zien, omdat ik nu weet van, oké, King of Comedy, laat het los, en nu kijk naar de film. Ik moet die toch nog een tweede keer zien, Andries. Ik moet die tweede keer zien. Ik vond dat... Ik kwam buiten en ik zeg altijd tegen iedereen, krak hetzelfde. Ik zei, de cinematografie, fantastisch set design, fantastisch sound design, sound editing, fantastisch. Die mogen allemaal... Acteren? Ja, Joaquin Phoenix. Die mogen allemaal een Oscar-nominatie hebben. Maar wat ik vooral moeite mee had, was dat de regisseur precies... Die was te veel tegen mij aan het roepen. Heb dit? Snap dit? Wat ik probeer te zeggen? Heb dit door? En na 5 minuten, heb dit door? En dat bleef hem maar precies herhalen in mijn hoofd. Mm. Maar als je dan, wat we daar straks zo hadden bijvoorbeeld, dan zijn we van hak op de tak, maar als je puur gaat over punten geven, of over het gevoel, ik heb een indruk dat je I2 dan van hetzelfde niveau vond. Nog niet gezien. We gaan dat niet verspoilen of zo, maar dat vond ik bijvoorbeeld niet zo'n goede film. Star Wars hier al kapot gespoild, maar I2, dat gaan we niet doen. Ik denk dat... Zeg je even kritisch voor I2 dan dat je voor Joker zit dan? Maar dat was toch geen fantastische film, ja, I2. Want ik was... Ik ben zot van IT, hè. Van de eerste. Ik was heel kritisch. Voor de eerste IT was ik heel kritisch zelfs. Ik vond dat een beste film van de jaar. Ik vond dat niet slecht, hè. Ik vond IT 2 beter dan de eerste. Waarom? Omdat het... ik had zo problemen met... IT 1 vond ik zo heel veilig gespeeld. Zo van, ja... Stranger Things werkt. Weet je wat? We zouden er wat Stranger Things van maken. En we smijten die clown erbij. En dit werkt nu, dat gaan we er ook bij doen. En ik vond van... Dat een beetje in de tweede film achterwege gelaten werd. Ik vond het altijd hetzelfde. Ik vond dat 16 keer dezelfde scène. Dat is wel waar, maar ik vond dat stoorde me niet. En die effecten vond ik ook niet. De creepiest... Misschien een spoiler. Het ergste is dat hem gewoon er staat. Ja, maar ik vond... De clown is altijd het coolste. Ja, ik vond de tweede... Pas op, de eerste is ondertussen gegroeid bij mij. Ik denk dat ik die 4 keer nu ondertussen gezien heb. De eerste nieuwe versie, laten we het dan maar zeggen. En ik heb de tweede heb ik in de cinema gezien, direct in pre-order geplaatst. En ik kan al niet wachten voor hem nog maar een keer te bekijken. Maar als je het gaat over levels, hè, dan kun je echt zeggen dat je Joker van hetzelfde level... Voor mij is dat echt een niveau hoger. Dat is een ander soort film voor mij. Maar als het gaat over... Weet je nog in een tijd met de tv-boekjes, de humo, 5 sterren, 4 sterren... Ja, de quotering, dat is soms arbitrair. Op Letterboxd doen we dat nog, hè. Ja, ik weet, maar... Dat is ook een beetje arbitrair, hoe dat je het kunt bezien. Je kunt eigenlijk zeggen van, ja, hey, is dat een betere film? Je kunt zeggen, ja, dat is een ander niveau. Om een andere kant, voor mij is bijvoorbeeld Roadhouse ook een 4 of 5 sterren film. Voilà, dat is een betere film als iets, hè, Roadhouse. Zeker, maar wat eigenlijk aan zich, is dat pulp en is dat kul en is dat dat, maar dat is een keigoed gemokte film en dat staat nog altijd overeind. Ik heb dikwijls een horloge zien met I2. Nog altijd keigoed. Welke? Ja, ik vond dat ook niet zo goed. Roadhouse. Dat is echt een valabel punt. Hè. Maak bijvoorbeeld een keer een lijstje op van films. Pakt 15 films, als je al zo ver geraakt. Dat je in je hoofd krak dezelfde quotering geeft. En vergelijk die films een keer onderling. Ja, objectief. Ah, ja, het gaat over wat jij ervan vindt. Ja, maar Gullo doet dat ook elke week. Hè. Je ziet dat ook. Gullo zit er anders. Maar voor mij is dat... Waarom zeg ik dat van Joker? Ik snap dat. Het is niet omdat hij het zo succesvol is dat je het niet kritiek mag geven. Maar dan denk ik... Maar als deze de norm gaat worden, dan nemen veel films een probleem. Zo, want ik vond dat toch een... Dat is toch een grave film, Joker. Ik vond dat heel cool, ja. Ik vond dat geen slechte film. Ik denk dat ik na een tweede viewing dat mijn quotering hoger ga liggen. Ja, dus ik denk dat er potentieel is. Film van het jaar. Wat is de film van het jaar? Dat mag je dat niet geweten worden. Nee, maar dat is... Het is moeilijk. Onder de nieuwe aflevering. Ja. We weten van elkaar nog niet. We weten het nog niet van elkaar, dus we proberen het nog wel stil te houden. Gaat deze in de running? Deze zit zeker... bij mij een top 10. Bij mij ook top 10. Top 10 bij mij ook wel, denk ik, ja. Maar ik denk niet dat hij op 1 gaat staan, Andries. Hij staat voorlopig niet op 1. Op 1 staat een andere bij mij. Ja. Maar ik moet er nog een paar inhalen. Hè. Ja. Wat ik ook zo mooi vond aan Joker, hè, dat we toch aan het afwijken zijn, maar het hele mooie, dat lettertype, The End... op het einde, dat heel klassiek. Want veel mensen zeggen ook, en uiteraard niet onterecht, hè, tuurlijk, dat komt vaak terug, en het is ook zo, hè, Taxi Driver en The King of Comedy. Mm. Maar er zit ook iets enorm ouderwets, zwart-wit,
Charlie Chaplin, Buster Keaton-achtig in. Van die scènes die eigenlijk bijna slapstick zijn, dat hij met zijn bakken tegen die glazen deur loopt. Ja. Stukken dat hem door de gang loopt en een bocht pakt op een manier waarop een, Joker, dan een oude stille film dat bijna doet. Het feit dat er ook een scène in zit, dat hem letterlijk in de cinema staat en aan het kijken is naar een scène van Modern Times, ja, van Chaplin. Ja. Dus er zit ook overduidelijk zo'n... Wat ik tof vond aan die film, is dat er ook een soort liefde voor cinema in zit. Dat vind ik ook duidelijk. Cinematografie, oké. En dat vind ik heel mooi, dat je dat nog eens ziet. Dat ik denk, weet je, bij deze film zie ik nog een roeigordijn opengaan. Ja, want ik kan... En voelde nog eens wat dat was om vroeger in de cinema te zitten. En cinemas er niet uitzagen als luchthavens, maar als theaters. Luchthavens, ja. Dat je niet het gevoel hebt van, uw film vertrekt in gate 19. Maar dat je letterlijk zei, we gaan dat theater in, we hebben een foyer, we kopen aan zo'n balie van die stuffige god. En je kreeg de programmakken, je gaat er zitten, die gordijnen gaan open en je kreeg een film. Het was goed dat je dat zegt, want ik had nog toch een ander film, The Irishman. Mijn vader, die belde mij en die zegt, ze speelde Irishman in de cartoons een week voor de Netflix-release. Ja. En ik zeg, wel als goed, mee, naartoe geweest. En ik kwam buiten en, wel met een stijf gehad, want 3,5 uur op die cartoons. Twee weken film. Maar ik vond dat, ik kon nergens naartoe. Ik vond dat eigenlijk een keigoeie film. Ik had een trip, echt Casino's meets Goodfellas. Die komt een week later op Netflix uit. En dat komt dan in een tijdlijn op Twitter. Ja, ja. En dat krijgt mega veel shit. En ik denk al bij mezelf, denk, maar alleen man, wat heb ik dan... als je Casino's en Goodfellas zag, dan vond ik dat toch goed. Maar dan begon ik door te lezen. En hoeveel keer dat mensen zeiden... Ja, ik heb dat in 3 stukken gezien. Ik heb een uur gezien. En dan dacht ik... Ja, eigenlijk is dat wel... Als dat de toekomst geworden... Hey, al die films op Netflix... Maar dat komt door een binge-watchen. Dat is de fout van het binge-watchen. Mensen beginnen films te zien gelijk. Als je die eigenlijk maag had gezien in de cartoons waar je niet weg kon... En je zat echt in de wereld van die draaggasten... Ja. Ik wil discussiëren hoe dat dan was. Misschien was ik in mijn nostalgische bui. Maar dat is geen film dat je in 6 keer hebt gezien. Ik heb hem ook in de cinema gezien. Mart is de enige van ons 3 die in de cinema gezien heeft. Ja. Ik heb hem ook gewoon op de televisie. Ik vond toch een lange zet. Ik vond de afterthought vond ik zo wat... Maar ik vond wel goed. Ik vond dat niet slecht, hè. Ik heb iemand gehoord... Ik denk dat Sabrina thuis is. Ah, oké. Okay. Of die roept van het bed. Stilte! Waarschijnlijk denkt hij... Die weet nog niet... Die denkt waarschijnlijk inderdaad zijn die dan nog bezig, of wat? Of die denkt misschien... Er zit hier een vreemde vrouw in. Met een bursel tegen de plafond. Maar die doet het met 3 andere, 4 andere mannen. Ik vind ook wel de kritiek die The Irishman kregen, vond ik ook wel echt overdreven. Is dat ook niet een beetje... Omdat hij iets over Marvel gezegd heeft, dat dan zo'n backlash is. Tuurlijk, tuurlijk. Terwijl iedereen weet wat hij bedoelde, hé, als hij over Marvel dat zei. Maar ook al zei hij een Marvel-fan. Ik vond dat moet er ook niet aan Oezel over doen. Je moet ook niet altijd alles persoonlijk pakken. Nee. Dat en overanalyseren. Zegt. Nee, dat ik ook denk, tuurlijk, dat is een oudere gast. Die maakt een ander soort films. Die kijkt gewoon naar die nieuwe dingen. En die zegt, goh, voor mij zijn dat allemaal theme park rides. En dat is ook wel een beetje... Ook niet waar er niks mis mee is. En onder andere kant kun je ook zeggen, ja, dat is waar. En onder andere kant, ja, we hebben ook gezien met dingen als Endgame en Infinity War, dat wel een hart heeft. Mm-hmm. Dat je er zit en als je emoties voelt bij die personages, dan hebben ze hun job gedaan. Ja. Ja. Plus, ik vond dat chapeau van voor zo iemand die dan nog inderdaad, dat begon daarmee, met die vergelijking met theme park rides, maar heeft dan nog een keer de moeite gedaan voor een extra... Ja, maar dat is omdat hem zijn Oscarkes voelt komen. Hè? Ja, ja, maar het feit alleen maar dat hij dat doet... Wat gaat hij daarna zijn eigen druk in maken? Van, ik kon daarna nog eens terugschrijven. Dat is omdat... Maar nu moet hij wel met meneer Walt Disney gaan babbelen. Ja, wel, nee, dat is omdat zijn producers, omdat, hoe heet hem er? Erwin Winkler. Mm-hmm. Was de producer van The Irishman, zeker. Die negen zei... Was het Erwin Winkler? Nee, het was Erwin... Enfin, die negen zei, manneke, er gaan Oscars komen. Doe die zijn woordje terug in de pers. Maar... Zat Scorsese dat toch... Scorsese moet dat niet doen. Ja, maar die gaat toch niet op zijn knieën staan. Het is zoals Alex gezegd heeft, iedereen weet wel wat die gast bedoelde. Hè. Mm-hmm. Moet er toch allemaal zo zwaar aan tellen. Maar binnenkort moet hem zijn acceptance speech misschien doen, en wat moet hem dan zeggen. Hè? Ja, maar het is natuurlijk wat je ook zegt. Hè. Heel veel, je gemerkt dat in Amerika, is dat misschien zelfs al bijna over zijn hoogtepunt heen. Hier is het stilletjes aan ook wel aan het komen of vol een bak bezig.
maar zo de outrage culture, hè, van overal kwaad over te zijn. Ja, na een tijd doe ik door. Ja, mannetjes, we zijn allemaal gewoon aan het kiezen om dit niet te begrijpen. Ja. Ja, 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 we hebben allemaal door wat hem wilt zeggen, maar we gaan na even doen alsof dat we allemaal achterlijk zijn en niet snappen wat dat hem net heeft gezegd. Maar het is ook gewoon dat ene zinnetje uit een artikel lichten. Hè, en dat is dan de Dat was een Empire, volgens mij. Empire interview, de Irishman. Ja, en dan denk ik ook van, ja man, en dan mag die het toch ook vinden? Ja, voilà. Dat is toch ook helemaal niet erg? Wat mocht dat nou uit? Ik bedoel, ik zal nog altijd met evenveel plezier naar zijn films kijken en dat op waarde schatten, naar, dat vond ik een leuke film of niet. Ik vond The Irishman tof, het was wel lang, maar het was zeker tof. Het was beter dan Silence, alleszins. Ik vond het nog iets leuk van al die jouw karakterkoppen even niet in te zien zitten. Ja, ik wel grappig, want die zijn allemaal stock-out en ik zoek de Svinnefjes op. Die is inderdaad Erwin Winkler, de producer, en die is ook al 88. Ik moest ook heel hard lachen. Weet je, wat ik nog altijd, voor mij een scène dat ik ook mijn lach niet kon inhouden, maar het was zo goed. Was dat Al Pacino, die dat dan dingen speelt, Jimmy Hoffa, die zit op een bepaald moment te eten aan een tafel, terwijl het hem zo kwaad aan het kaken is naar die gangsters. Maar die scène, hoe dat hij dat speelt, hoe dat die allemaal naar elkaar kijken. En je kijkt er naar en je denkt, wat een bende kutkoppen zijn dat bij elkaar. Joe Pesci, die 98 is en die zo'n brood moet eten, gestopt in olijfolie, zonder tanden. Ja, we hadden net zo de helft er neffen zo. Hoe goed is Pesci ook niet. Ja, ja, is helemaal anders dan anders. Ja. Zalig. Mag je maar een Oscar krijgen. En De Niro nog eens De Niro. En Pacino nog eens Pacino. Ja. Ook zo. En die range. Hoe heet die ene eigenlijk altijd? Ik vind dat een keigoeie acteur. Bart, hoe heet die dan weer? Die gast die dingen speelt. Allee, die doet ook mee in die Engelse voetbalfilms. Doe me. Vinnie Jones. Ja, die gast die... Nee, die speelt ook Al Capone. Die Al Capone speelt. Ook zo'n Engelse gast, maar die weet dat beter. In Boardwalk Empire speelt hij. This is England doet hij. This is England met die skin, met zijn swastika op zijn voorhoofd. Die dat eigenlijk Hoffa... Wel, we zijn... mogen spoilers voor die eigenlijk de beef met Hoffa start in de gevangenis. Dat hij hem niet wilde excuseren omdat hij te laat is of zo. Dat is een fantastische scène. Dat is top scène. Because it's my union. Maar heb je ooit Jack Nicholson gezien als Hoffa? Ja, ik heb dat gezien. Ik vond dat ook wel heel graaf. Ik vond dat nog als gewoon de Hoffa-personage. Hè, hij speelde meer Hoffa dan... Steven Graham, ja. Dingen zo weet hem, Pacino speelt gewoon Pacino meer Hoffa-koep. Ja. Maar Nicholson had hem beter bestudeerd. En is een onderschatte film, vind ik, van Danny DeVito ook. Ja, dat is een goede film. Ik vond dat ook leuk. Dus dat heb ik ook gezien. Nee, wat ik wel zo, misschien ook als je een acteursvraag vindt, zo als je zo Pacino ziet en ook De Niro en zo, iemand zei het hier ook onlangs, maar die spelen eigenlijk altijd toch ook zichzelf. Hè. Maar doet niet elke acteur dat? Jammer, valt dat gewoon harder op bij u, omdat dat sterkere acteurs zijn? Adam Driver doet dat niet, vind ik trouwens. Well, dat is waar. Ze doen het niet altijd het zo van die kanelen. Adam Driver ziet er toch ook altijd uit gelijk Adam Driver, hè? Ja, maar nee, ze spelen. Ja, maar ja, er is een verschil, hè. Er is een verschil tussen zijn looks en het personage dat hij speelt. Maar bedoel, Jack Lemmon was altijd Jack Lemmon. Gary Oldman. Dat is een beetje een chameleon, denk ik. Ja, die kan Darkest Hour en Fifth Element. En Batman. Christian Bale is ook... Dat is wel een kerel die je echt kan... Dat je denkt, die je kan bijna fysiek ook veranderen. Op de Niro de Hoek, hè. Maar Raging Bull, inderdaad. Taxi Driver, New York. Ik vind dat een belediging. Nee, ik weet het, maar ik vind dat plezant. De Cruise bijvoorbeeld. Hè? Dat is altijd Tom Cruise, maar... Overstijgt soms Tom Cruise niet de karakters dat hem speelt? Ja, maar dat wilde toch ook als publiek? Maar Tom Cruise, dat marcheert in mijn oudste zoon. Die is mega fan van Tom Cruise. Ja. Hè? Als een film met Tom Cruise is, wil je hem zien. Hè? Die is 7 jaar. Dat is gewoon Mr. Charisma. Ik vind ook niks mis. Heb je een trailer gezien van Maverick? De nieuwe? Ja, fantastisch. Dat gaan we zeker zien. Dat is niet normaal. Dat moet weer komen zetten. Ik vind dat we er eigenlijk allemaal in moeten. Allemaal te samen naar fucking Maverick zou wel zijn. Die trailers zien er wel zot uit. Ja, man. Dat had ik ook wel niet verwacht. Dat nieuwe Bond ook. Dat moet ik ook even zeggen. Want ik ben hem... Ik heb een buikgriep gehad de afgelopen week. En dat was nog eens een moment dat je een godgaanse dag thuis heeft voor 3-4 dagen. Je kunt niks anders dan in de zetel liggen en thee drinken met een emmer er neffen en lopen. En ik dacht, fuck it, ik kan gewoon een hele hoop films beginnen zien.
Ik heb van alles gezien, maar ik heb ook heel de Daniel Craig-reeks nog eens gedaan. Van James Bond. Omdat ik dacht, ja, de nieuwe komt net, weet ik wil nog eens terug mee zijn. Skyfall is misschien wel een van de beste Bondfilms. Maar dat is allemaal goed. Ja, maar Skyfall... En zelfs Skyfall Quantum of Solace, de minste van ze allemaal, is eigenlijk ook helemaal niet slecht. Als je dat terugziet, dan denk je eigenlijk ook... Ah, en mijn favoriet is wel Casino Royale wel. Dat is dat te lang geleden dat ik die gezien heb. Dat, mij. Is, dat vind ik is dat nog beter eerste dan... Niet? Ja, dat is een eerste. Ik vind Skyfall... Skyfall is ook fantastisch. Maar Spectre is eigenlijk ook best oké. En is Spectre de laatste die uitgekomen is? Ja, dat is de laatste. Maar daar herinner ik me echt niet veel meer van. Ja, ik herinner me dat ik teleurgesteld was in Blofeld. Ja, dat is Christoph Waltz. Hè. Maar eigenlijk als je het voor mij dan... Hè, want dat weet ik ook niet bij u. Hè, maar dat... viel veel beter mee als je hem terugzie. Okay. Vond ik. Moet ik hem nog eens terugzien? Ik heb Skyfall heel... twee keer gaan zien in de cinema, omdat ik hem zo goed vond. Nou, dat was heel en graag. En Spectre heb zo één keer, ja, goed, ça va. Ja, ja. Ah, wel, maar daar had ik hetzelfde mee. Maar ik heb die dan nu, ik denk, god van, ik doe niet heel die reeks terug. En geëindigd met Spectre, uiteraard. En zijn er vier of vijf? Vier tot hiertoe. Dus deze is de vijfde dat hem nu gaat doen. Ik denk dat er zeven, gelijk Roger Moore. En Roger Moore zeven en Sean Connery ook zes. Nee, ook zeven. Ja, eigenlijk onofficieel dan. Hè. Als je Never Say Never Again erbij pakt. Maar als je dan officieel canon James Bond pakt, zijn er zes. Maar dat was... ja, ik moet toch wel zeggen, ik kijk er wel naar uit of zo. Ik heb wel, want voor mij is dat altijd leuk. En wanneer, is die, wanneer komt die uit? Is dat zomer 2020? Ik weet het niet. Nee, zomer 2020 is ja, Maverick. Ja, zal zoiets zijn. Hè. Maverick. En Ghostbusters, heb je die trailer al gezien? Ja, ziet er ook cool uit. Kunnen we dat onding ook vergeten ja, met die... Met die vrouwen erin, oh my god. En niet omdat vrouwen zijn, maar totaal omdat het een slechte film is. Ja. Nu, en het is de zoon van Ivan Reitman, hè? Ja. Jason, zeker? Ja, hij trekt er ook op, hè? Hij trekt erop, op zijn vader. Ook altijd James Bond zingen, vind ik wel eens geweldig. Je nou al die jaren toch altijd in hetzelfde woordvijverke vist en toch altijd met goede dingen komt. Zo, No Time to Die. Ja. Dat is zo cliché, maar we hadden het toch nog niet gehad. Ja. Ja, Suske en Wiske doet al 3000 afleveringen. Ja, dat is ongelooflijk. En dat is inderdaad ook, wat ook het coole daaraan is, is dat is direct een James Bond-titel. Ja. Je hoort dat en je denkt, oh ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja. James en Bond. Tegen dat die film gaat uitkomen, gaat er toch weer een hype zijn. Gaat iedereen zo, want er wordt een nummer aangekondigd en wordt dat zo'n drie maanden op voorhand grijs gedraaid. Een goede James Bond track ook erbij. Skyfall was een prachtig nummer ook. Dat is eigenlijk de eerste keer dat Daniel Craig zo'n titel heeft. Want al die andere titels, Casino Royale is natuurlijk een keer, maar Quantum of Solace, wat wil dat zeggen? Quantum of Solace was helemaal een rare titel. Skyfall was ook raar, vond ik. Skyfall, wat is dat? Totdat je de film Spectre is nu... Dat was een rechterzaak, by the way. Spectre. Just, ja. Spectre dat was de eerste keer ze, dat ze dat kon gebruiken. Ze konden dat niet meer gebruiken, vandaar dat dat Quantum was. Hè. En daarna in Spectre wordt dan vlotjes gezegd dat Quantum een onderdeel van Spectre is. Dan waren ze er ook weer al die schoof van af. Maar Quantum was eigenlijk de vervanger voor Spectre. Want anders hadden ze van in het begin al Spectre gebruikt. Is ook, maar wat ik altijd soms wel wat Mission Impossible ook wel heeft, is de kwaliteit van een bad guy. En ik denk dat ik bij Quantum of Solace, dat is die Fransman. Maar niet Le Chiffre, maar dat is zo die... Dominic Green noemt hij. Ja. En ik weet dat ik die wat te licht uitvallend vond. Is dat Almaric? Ja, Almaric. Maar die zit ook in Casino Royale al, hè? Nee, dat is een Chiffre, hè. Casino Royale is en die is cool, dat is Mads Mikkelsen. En is Quantum of Solace die openingsscène, die Jackie Chan openingsscène, op die Construction... Nee, dat is Casino Royale. Dat is Casino Royale. Het ding is eigenlijk, Quantum of Solace is voor de eerste keer in... In een trein? Nee, dat is een directe sequel op de vorige film. Ah, dus een cut. Dus Casino Royale eindigt met dat hem die Mr. White in zijn been schiet. Ervoor gaat staan en zegt, my name is Bond, James Bond, dat hem even de eerste keer zegt. En de volgende film zie je hem vol een bak met de auto rijden, terwijl dat die in de koffer ligt. Ah ja, oké. Okay. Dus je krijgt eigenlijk de eerste keer dat ze dat bij Bond gedaan hebben, dat dan een directe sequel op de film ervoor is. In Train and Skyfall. Ja, plus... Het is een Reliander heel die ja, al die allemaal. Films, dat is de ver nog want geweest. Want Vesper komt terug, al die, want ook in Inspector komt Silva terug, komt al die namen worden terug vernoemd, dat je weet van, ja, deze heeft allemaal connectie dat met elkaar. Dat is door dingen, de Bourne-films, hè. Ja. Die ervoor net gekomen zijn, die was ook ene film direct op de andere. En je ziet het nu ook met... Felix Leiter. Met dingen, ja, inderdaad, die dan nu ook terug erin komt. Ja. En ook Blofeld, die er terug in zit. Ja. Dus je weet wel van, ja, en Spectre zit er ook nog altijd in. Dus je weet van, ja, dat wordt...
Maar deze wordt wel definitief Daniel Craig zijn laatste. Dus dat heeft hem toch gezegd. Maar Sven weet al wie dat de volgende wordt. Hè? Ik zou heel graag... Ik zou heel graag... Ja, Sven weet al jaren wie dat de volgende is. Maar in mark my words, dat is, misschien is, kan dat nog, hè. Je kunt nog een keer zeggen, hè. Tom Hiddleston. Tom, ja, ja, ja. Als je de Night Manager ziet, dat is gewoon... Dat is de even Bond. Ja. Kun je dat nog eens een keer doen? Gewoon, dat is een van mijn favoriete momenten in 100 afleveringen. Welcome to the AA-podcast. Ik heb me net niet voorbereid. Ik hoop dat je gaat deliveren. Ik weet het ook niet zo, moet niet naar mij zijn. Ja, ja, dat is een kei-goed moment. En gaat toen een van ons favoriete momenten... Onze, dat is de beste quote dat wordt in mijn gat. En het begint als volgt. Iemand van ons zegt... Wat denkt je van Idris Elba als James Bond? En toen heb jij de klassieke zin gezegd... Je verwacht... Achterwijs weer? Denk nou... Wat is het volgende? Met Shaft of zo weer. Ja, ja. Ja. Ik wil graag Shaft spelen, of wat? Nog eens een keer. God, ik ga een chef. Zijn we zo gezegd? Ja, het is vol en bakkelijk dat gaat zegt. Maar, ja. God, ik ga een chef spelen, of wat? Ja, maar ik zei letterlijk, joh, wat is er mis met Idris Elba als James Bond? Dan ga ik gewoon een chef spelen, of wat? Boze. Dat zat er nog juist niet achter. Boze. Maar al dat is wel een goede acteur, hè, Idris Elba. Hè? Maar het ging eigenlijk over The Rise of Skywalker. Inderdaad, ja. We zijn iets zwaar. Misschien moeten we zijn anderhalf uur bezig. Het is ondertussen 2 uur s'nachts. Dus met goede muziek ook, hè. Van, ja. Na John Williams, een paar nieuwe thema's. Ja, het was John Williams nog. Ja, journalist. Ja. En ook terug het gebruiken van oude thema's. De thema's. Hè, zo Imperial March komt de Leia team. Terug. Leia komt terug. Maar had die Last Jedi had hij ook gedaan? Ja, ja, ja. Rogue One niet, hè? Rogue One. En Solo niet. En Solo niet. Dat is die Michael Giacchino. Ah ja, met die rare achternaam. Ja. 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 Maar ik denk dat de figuren van Ray, Poe en Finn niet zijn uitgespeeld. Oké. Maar die gaan niet meer terugkomen. Dat weet ik niet. Mag ik even zeggen dat wat ik er straks zeggen? Als het over de liefdescènes gaat, dat vond ik toch wel wat verwarrend. Ik vind die een beetje het... Finn is wel wat sukkeltje of zo. Ja, en je wilt zeggen tegen haar... Dat de margeren zie, maar... Ondertussen is ze dan een seconde verloofd met de Rin. Het is gewoon wat rap, hè. Zo. Maar en dat is meer een kus van... Gelijk, ze hebben een Titanic-momentje gehad, hè. Dus ja, maar hij van oef. Hij zal wel voor de rest van zijn leven tweede kus en zo, hè. En worden dat twee vrouwen die kusten op het einde? Ja. Ja, ja, ja. Ja, en de Lando is er met die jonge poep van daar, hè. Ja, dat zou wel zijn. Zal hij eens uitleggen hoe dat zit. Ik hoorde u lachen, hè. Je wordt aan het kniffelen. Dat was toch een raar moment. Ja. Ik dacht, het is een dochter. Nee, het was niet van, wil je gaan maar een schipje zien? Het beste was de William Boeva die naast ons zat en die niet zo... Nee, dacht van, ja, dat is... Dat was... Dat was wel een beetje wat dat was. Hoor. Nee, maar die twee vrouwen die kussen, dat gaat weer zo'n gezever worden volgende komende weken. Dat is een beetje like de bellen. Beauty and the Beast was dat ook zeker. Het is nu en... heel duidelijk met alles in Hollywood. De LGBTQIA+ audience moet wel echt tevreden gesteld worden. Ik weet één ding, de Russische distributeur die denkt... En de Chinezen. Die was waarschijnlijk al zo een uur en 50 minuten. Deze komt goed. No! En in China had dat er maar uitgeknipt worden. Maar ja, in China en Star Wars, dat is toch ook geen goede match. We sinds... Wat was dat? Sinds dat Rose moest thuis blijven? Nee, er was toch zo'n film die gigantisch geflopt is. Solo, denk ik, of zo. En in China is die pas een week of 3 later uitgekomen en marcheerde niet. Omdat die Chinezen ook niet opgegroeid zijn. Dat gelijk dat plop in Spanje niet marcheerde. Nee, is dat? Nee, omdat daar kabouters altijd slechte zijn. Is dat wat? Dat is echt, ja. Oh, dat is er is dan nog een carrière als villain voor u. Ja, dus daar hebben ze schrik van, kabouters in Spanje. En plop is daar niet... Amai. Ze hebben dat wel geprobeerd. Ja. Maar dat is zot eigenlijk, hè. Maar gedubt dan, of remake? Nee, maar dus ook in Frankrijk is plop ook... Maar... Gedubt in het Frans? Dat ze veel doen met kinderseries? Of acten? Waarschijnlijk, hè. Ja, man. Ik... wacht, hè. Want we waren er juist over iets bezig. The Rise of Skywalker? Over de Russen en de Chinezen. De Russen en de Chinezen, dat was iets. Ja, ja. Ik vond hem... Ik weet niet of ik The Force Awakens beter vind. Olé. Ik denk dat ik ze misschien op dezelfde lijn durf zetten. Anticipatie was toch heel anders. Ja, maar daar kan deze film ook niks aan doen. Hè. Nee, dat is waar. Dat is een klein beetje het probleem dat we in de voorbije jaren hebben we ineens op een hele korte tijd enorm veel Star Wars. Vijf. Ja.
Wat op een bepaald moment, ik denk dat dat een beetje solo zijn kop heeft gekost, want dat is echt een betere film dan dat dat... Dat was ook... Ik vond dat geen slechte film. Dat was ook 3 maanden na The Last Jedi in de zaal. Was van, ja. En dat was eigenlijk een beetje een nasleep van The Last Jedi dat je nog meesleurde. Ja, ja, je had nog die vieze nasmaak in je mond en dan kreeg je die... Want Rogue One vond ik ook wel een film. Vond dat goed. Heel goed. Wel, en het enige wat ik altijd weet, dat, en ik heb dat nogal gezegd, ik vind... Dat is Jin Erso. Die trekt daar op Rey. Ja, dat trek je toch niet alleen in. Nee. Maar het had dan rossen moeten geweest zijn. Maar plus die 15 jaar. Die 15 jaar, daar blijf ik een probleem mee. Ja, jij hebt er die gap, vind ik. Die gap van 15 jaar, en hier zit in het gevangen. Wat is er gebeurd in die 15 jaar? Maar in tegenstelling tot The Last Jedi vond ik Rogue One beter worden naarmate dat ik die meer bekeek. Ja. Maar Rogue One is een betere film dan The Last Jedi. Ja, zeker. Maar zo'n einde. Mm-hmm. Wat is er van die gast? Die Edwards. Ja. Van Monster ook. Ik bedoel, die mag... Die had ook nog flop gemaakt daarna, geloof ik. Maar die mocht toch nog eens iets doen voor Star Wars, vind ik. En weet je ook een beetje is, ook kei raar, trekken ook niet totaal elkaar, maar je hebt datzelfde probleem met de figuur van Poe en die Spaanse acteur. Ja. Ja, die gast uit Rogue One. Die trekken ook niet op elkaar, maar dat is zo... Dat is een beetje hetzelfde type, hè. Ja. Die verhouding en dynamiek. Nou, Poe Dameron is eigenlijk ook een klein beetje de nieuwe Han Solo. Dat komt in deze ook heel duidelijk. Ja, de discussie met Rey ook. Ja, zo Leia maar en Han. Wat me wel opviel, toch een puntje van kritiek op de film van vandaag. Sorry dat ik het zeg. De speech. Daar vond ik dat ze te licht waren. Dat was niet zo heel goed. De twee, weet je? Dat ze, je weet wat ik bedoel? Op tende doen ze de speech, hè, van now we'll fight. Dan is de deur, daar spreek ik niet voor in het vuur. Voor dat soort speech. En je wist ook van, nu ze is alleen aan het vechten en ze biets komen ze allemaal. Hè. Dunkirk, Dunkirk momentje. Maar vond je het was zo, de grandeur kwam niet de van die twee. De gravitas was er zo niet. Maar die was vroeger van Admiral Ackbar, hè? Ja. En die is er ook niet meer, The Last Jedi. Die was ook dood. En die is zo offscreen, glorieloos de onder gegaan. Ja, och, garme toch. We've also lost Admiral Ackbar. Somewhere in aisle 3 in the supermarket. Ja, en dat is iemand that's... Admiral Ackbar gezien? Volgens mij... Met de droge vis, hè. Mon calamari, hoe goed is dat ook weer? Over droge vis gesproken, dat was Laura Dern een moment natuurlijk. Ja. Nee, dat hebben we toch even een droge vis bezig. ik heb het juist gezien, daarom. Dat zit zo hard in mijn kop. Laura Dern. Godspeed. Meer purper haar. Ja. Ik denk dat het moeilijk is om te zeggen wat... Als je de Force Awakens vergelijkt met Rise of the Skywalker... De Force Awakens had het voordeel dat begon het niets weer. Hè. Hmm. En nu, ik zeg het, een van de minpuntjes van The Rise of Skywalker vind ik dat die te hard zijn best doet om de vorige film... Die is niet gebeurd, zo gezegd. The Last Jedi. En dat voel ik wel echt wel als ik naar die film aan het kijken was. Mm-hmm. Het was precies alsof dat ik zoiets dacht van... Oké, laat gewoon die film af. En het is precies dat hij zelfs geprobeerd heeft van... overhangen te forceren tussen The Force Awakens rechtstreeks naar Rise of Skywalker. En dat voelde wel. Je kunt die niet schrappen, hè. Je moet hem zien. Er zijn bepaalde punten die je nodig hebt. Er zijn bepaalde, absoluut. Maar in terms of character development en al van die zulke... Heb je The Last Jedi nodig? Je moet toch weten... Ja, ik zeg niet, maar Luke, jammer genoeg wel. Ja. Je moet weten omdat hij dood is, hè? Ja. Allee, er zijn een aantal die. En de opleiding ook, hè? De opleiding is ook al. Ja, die dat eigenlijk niet krijgt, hè, van Luke. Nee. Die is ook het zotte eraan. Hè. Three steps. Ze doen nu eigenlijk meer qua training. Maar ook geen Yoda's zijn, hè? Wat jij zegt. Geen Yoda's zijn ook, hè? Die training. Dat is zo, ze zweeft nog wat stil. Ja, maar ze roept ze op, hè. Ja, en ze ziet ook ze wordt dan een beetje getraind door Leia, toch, min of meer. En daar kreeg je wel weer dat gevoel van, die is aan het trainen, hè. Of die is iets aan het doen wat je in je vorige film ook niet kreeg. En dan had je zo dat moment van, je gaat nu geconfronteerd worden met uw ergste nachtmerrie en dan valt hij zo in een put dat zo'n spiegelpalaas is en dat is het dan. Ja. Dat geeft geen antwoorden. Dat is inderdaad een grote blunder. Wat is deze Ik vond dat hier dan veel beter, de zwarte versie van... Ja, tuurlijk. De momenten. Dat is ook zo een beetje een mermaid. Zoek. Ja, en dat is ook... De lure. Dat was ook Luke in de boom. In de boom. Dat is exact wat dat is. Dus dan zat er echt te kijken en te denken, deze is wat dat we eigenlijk moesten zien in die vorige
film. Ja. Ja. En dat is wat jij zei, Sven. Dat voelde als een overblijfsel van de eerste film. Mm-hmm. Ja. Dat je er naar keek en echt dacht van, ah ja, dat was wel het plan, maar dat tijdgewijs ergens anders gezeten, ja. Normaal gezien. Ik denk dat wel. Dus dat is zo, ja, dat heeft het wel een klein beetje natuurlijk. Ja. Maar ja. Ja. Maar we zijn allemaal wel positief, hè? Maar ja, bedoel, zeker. Tuurlijk. Ik ga denk ik dit weekend nog eens gaan zien, sowieso met mijn zoon. Ik denk dat, ik zei het voor mij, als we het dan puur over quotering hebben, voor u is het minstens een 8. Ik denk dat ik nu op 7,5 zit. Bij mij 7. Maar wat ik nog ging zeggen. Wat zit jij, Andries? Wat je quotering zou moeten doen? Ja, zo wat tussen 7,5. Ik ga morgenavond nog eens kijken. 7,5 en een 8. Ja, ja. Ja. Ik heb nu wel zo'n beetje een indruk van. Dat is ook goed dat we erover babbelen, maar ik moet er na mee stoppen zo. Je moet ja. zelf de ja. tijd ja. hebben om er wat. Ja, omdat ja. 10 à 2 is bedoeld. Ja, 10 à 2 is s'nachts, mensen. S'nachts, ja. Maar crazy. Ik ga nog even zeggen, we hebben hem dus in 3D gezien. Mm-hmm. En wat ik met IMAX, daar moeten we het nog even over hebben. Hè? Ja, het was de precies IMAX. Het was aangekondigd. Duidelijk dat we een IMAX gingen kijken. Ja, ja. Nee, maar dus met The Last Jedi had ik veel moeite ook met die ijshonden. Met die 3D, ik geloofde dat niet. En ik vond nu de 3D eigenlijk redelijk goed werken. Ja, ja, stoorde me niet. Het was ook precies niet gedraaid voor zo'n 3D-effect uit te spelen. Nee. En ook inderdaad, IMAX. Mm-hmm. Van 4 trailers gezien voordat het begon van IMAX. 3 trailers. maar Alex, wat is uw quotering op dit moment? Ah, ja. Oh, ik denk een 8 ook. Ja. Ik denk wel een 8. Omdat ik het toch wel mooi dingen aaneenknopen vond. Ik vond ook dat er een aantal dingen mooi opgelost zijn voor zo goed als ze het konden. Hè. Want dat is altijd heel moeilijk als je echt letterlijk inderdaad een paar fuck you's erin steekt naar de vorige film. Mm-hmm. Wat jij net zei, een beetje een jamais vu is in een trilogie. Yeah, dat je letterlijk een derde film hebt. Ik denk als we er straks bezig waren over wat de leukste film was tussen The Force Awakens en deze. Dan denk ik wat dan deze ook als nadeel heeft, is wat The Return of the Jedi ook had. Namelijk een afsluiter. Hè. Ja. Je moet eindigen, het moet allemaal mooi aflopen. Ja. De eindjes moeten aan elkaar geknoopt worden. En je weet dat je ook altijd eindigt met een of andere foempe feestscène op een planeet die je niet nodig hebt. Ja. Ja. Maar, en dat voelde een klein beetje als de Cicero ook altijd aan. Ja, dan denk je altijd... We all would chase the dragon van The Empire Strikes Back. Hè. Ja, dat gaat er nooit meer terugdragen. Yeah. Dat is gewoon... Infinity War, een beetje. Wat? Infinity War had dat, ja. Huh? Ik vond dat wel. Dat einde van in-game beta als Infinity War. Het einde van Infinity War was een beetje Empire Strikes Back. Dat vond ik ook. Ja, dat snap ik exact wat je bedoelt. Ja, maar ik bedoel... Ja. Ah, dus dat is dat ik bedoelt eigenlijk. Nee, ik bedoel, een Empire Strikes Back in deze... In Star Wars zaken. Ah ja, in Star Wars. Nooit meer terugkrijgen. Ah, ja. Nee. Dat is vooral, gewoon... Vooral ja, dat de vorige moeten zijn geweest. Er zat toch wel een hele letterlijke referentie nu in Rise of Skywalker naar Empire. Op een gegeven moment is er een confrontatie tussen Kylo Ren en Rey. En Rey blijft maar achteruit wandelen totdat ze aan die afgrond komt. Mm-hmm. En ze kijkt achteruit. En ze is precies aan het twijfelen. Maar dat is toch krak hetzelfde wat dat Luke Skywalker deed. Toen dat Darth Vader zei... Maar ik bedoel, qua film steekt ieder toch, blijft ieder. Je hoopt altijd de volgende Star Wars, een Empire Strikes Back. Ja, maar dat is gewoon gebeuren, de beste, hè? Allee, dat is een 10, hè? Ja. Empire Strikes Back. Ja. Dat is toch maar een top 10 van beste films aller tijden ook. Dat is ook zo. Van mij ook, denk ik zelfs eigenlijk. Die heeft echt het Godfather. Die slaapt al. Die heeft het Godfather 2 syndroom. Ja, absoluut. Ook die film waar je van zegt, dat is nu een sequel dat echt nog beter is dan net de eerste is. Dat je echt denkt, ah ja, oké, cool. Guardians of the Galaxy heet dat ook. Dat vond ik ook heel goed. De tweede? Ik vond dat ook heel goed. Ik vond de eerste beter. Ik vond de tweede te veel gedoe erbij. Cool. De charme was planeten en zo, die leven en weet ik allemaal. Ja, de eerste vond ik ook beter. Ja, maar we moeten hier... Ik heb daddy issues. Hey, welkom. Daddy issues en ze dan blij met die film. Vooral als godverdomme Sylvester Stallone roept en er nog bij komt. En like Mike... Ja, en twee helden tegelijkertijd, Stallone en Kurt Russell. Tango en Cash. In een film, what the fuck, man. Die zijn ook trouwens ontbroeden op een idee om Tango en Cash terug tot leven te brengen. Waarom de hel niet, man? Dat heb ik van de week ook nog eens teruggezien. Ja. En dat is ook nog altijd goed. Jack Tango. Dat Jack is ook nog altijd goed. Wat heb ik van de week met Tango Jack Palance gezien? Cash. Ah, de Professionals heb ik gezien deze week met...
Jack Palance als Mexicaan. Ah, ja, ja. Zullen we ook niet meer mogen. Hè? Dat zou niet meer mogen. Ah, zeg, een beetje een throwback naar onze eerste passage. Hè? Want wij weten ondertussen al wat we ervan vonden. Ik weet niet, Sven heeft die ondertussen ook al gezien. Maar wat vonden jullie nu van Once Upon a Time in Hollywood? Nee, niet gezien. Once Upon a Time in Hollywood? Ik vond dat een beetje tegenvallen. Ja? En ik moet zeggen, met wie? Ja? En weet je wat ik ook van vond? Ik heb ook de soundtrack gekocht en die valt ook tegen. Dat vind ik mee. Dat was een van Bart's. Maar het is wel de minste soundtrack. Het is een minder goede. Het is like Pete, een minder goede Tarantino. Is nog altijd kei leuk. Ik was blij dat ik er was. Het is een wereld waar ik mee heel veel plezier in rondloop. In Tarantino's een wereld. Maar het was toch met momenten een beetje vlak of zo. Ja, ik vond dat een goede film. Ik vond dat eigenlijk een hele goede film. Mm. Omdat het inderdaad plezant is voor dat 3 uur in dat universum te vertoeven. En het is een goede film, vooral omdat het ook een film zonder verhaal is. Ja. Het is geen verhaal in. Het is zo... Maar het is grappig, want Bart, een van de eerste dingen dat Bart daarover zei, van hij miste zo dat die Tarantino-deuntje. Het is de eerste film die geen openingssong had, hè. En de soundtrack, daar stond heel toffe dingen op. En dat is een leuke voor te hebben. Maar de hits van die andere films. Ja, ja, dat is zeker niet nummers die, zal ik zo zeggen, hits zijn geworden omdat ze in die films zitten. Voilà. En hij natuurlijk ook al een hoop allemaal gedaan. Maar, ik vond dat leuk, hè. Ik vond dat ook tof. Vond ook tof. Maar dat stond volgens mij niet in zo'n top 3. Wat ik wel heel tof vond, was dat het Once Upon a Time in de titel echt is wat die film is. Ja. Ja. Ah, en dat is zonder iets weg te geven voor de Sven die je nog niet gezien hebt. Komt dat je dat nog niet gezien hebt? Hier gepland hem er. Ja. Moet ik het in zijn schedule? Moet ik proberen een podcast te plannen rond in zijn schedule? Nee, ik heb dat gemist in 8 chapters. Wie ook nog gemist? Moet dat allemaal nog vertellen van het jaar proberen in te halen. Ja, je bent wel de busiest man in showbusiness. Sven, dat is niet normaal. Ja. Ga in James Brown en die is door. Dat was the hardest working man in showbiz. Maar na zit ik uit. Moet je trouwens nog iets pluggers vinden? Iets pluggen? We hebben juist een extra voorstelling opengedaan. Ah, ik dacht dat je ging zeggen, de 100ste aflevering opgenomen. Ook al. Van Gremlin Strike Back filmpodcast. Die moeten we nog maar als dat online komt, is het al opgenomen. Hè? Ja. Nog niet online. Is het weer na middernacht. Ja. Ze willen het u ook echt niet geven, maar probeer het dan toch nog eens een keer. Kerstmis de boom in. Loopt dus heel goed. We hebben een extra voorstelling nog maar eens geopend. 5 januari om 8 uur. Het zal de allerlaatste worden die we kunnen openen, want we spelen al elke dag twee keer. Dus, voelde trouwens... Elke nacht twee keer. Voelde trouwens... Want hoe lang zijn we bezig met de Sven de Ridder Company? 2 jaar. 2 jaar en een half. En heb je net aan deze binnen stap gemaakt op commercieel vlak? Zeg ik net 2 jaar en een half? Nee, anderhalf. We zijn in 18 begonnen in de zomer. Anderhalf. Amai. Ja, anderhalf, maar al de vierde productie. Ja, wel al de vierde productie. En zie je het gewoon? Wat was het tegen dat te doen? Nee. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. We bevestigd eigenlijk. Dan zwaaien naar onze Duitse fans. Gifke van maken. Ik wou eigenlijk een opwaartse grafiek doen. Ja. 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 Ik was mee. Dat zei aha ook altijd. Dat is een opwaartse grafiek dat ik mag. Sorry. Vinden we geprobeerd. Ja. Kerstmis de boom in 5 januari, laatste tickets. Het is uw vierde, want we gaan die met die... De Kremgaasoorlog, dan die... Scouts Forever. Krakers onder de kerstboom. Ja, die inbrekers. Ja, de Scouts Forever. Ja. En dan nu Kerstmis de boom in. En dan onze volgende productie, volgende zomer. Maar die kan ik pas bekendmaken op vallen. En gaat er nog films doen? Mm-hmm. Ik heb Red Sandra juist gedraaid. Ja. En wanneer komt dat uit? Volgend in oktober. En ik dacht trouwens dat een van de... bij de First Order, aan de tafel, een van die actrices die erbij zat, ik denk dat ik daarmee gefilmd heb voor Red Sandra. Och. Ja, die had 2 of 3 zinnen hier. En ik, zeg, weet je trouwens dat Sven auditie gedaan heeft voor Spider-Man Far From Home? Je kunt dat nu zeggen, hè? Niet alleen voor Spider-Man Far From Home, hè? Gaat dat voor je keer ontkend? Want ik heb nog tegen haar gezegd. Ja, maar dat mocht er nog niet geweten zijn. Ik heb hem gezegd dat hij ervoor gesolliciteerd had. Het was voor een Marvel-film, maar ik wist niet voor welke film. Nee, ze hadden een valse naam gegeven. Ja. En ik wist wel dat hij als scène moest spelen. En ik zat in Spider-Man Far From Home. Had jij in die rare scène in Nederland gezeten? Ja. Want hij speelde een hooligan in het gevangen. En ik zit naar Spider-Man Far From Home te zien. En ik zie die scène. Ik zei, ja Sven, dat was niet voor een film met Deadpool. Dat was voor Spider-Man. Ah nee, maar Luke Cage stond er in een tekst. Oké. Maar dat is dus helemaal niet, hè? Dus, nee. Nee, maar dus, nee. Dus maar je zat er niet in.
Nee, ik heb het casting nog gedaan. Nee, maar je wist dus niet dat dat voor Spider-Man was. Moest... Ja, dat is een heel weird moment, want dan zie je dat dat keihard een Amerikaanse film is. Hè. Die doen een Europese schooltrip. Dat is eigenlijk het ding. Ja. En dan zitten ze zo in Praag en in Londen, maar op een bepaald moment zitten ze in Nederland. En we zijn allemaal al veel in Nederland geweest, maar zo ziet dat er niet uit. Hè. Dat is echt klompenmolens en kaasbollen. Klompenmolens, kaasbollen en tulpen overal. Hè. Dat is echt letterlijk elk cliché in Ian Shaw. Parijs met de accordeon en de baguette. Ja, zo dat ook. Letterlijk. Maar dat ik er echt in zat te zien en dacht, come on, man, ik is in deze tijd, dat doen we toch niet meer. Hè? Jesus Christ. Je kunt ook gewoon in Amsterdam filmen, zo'n sava. Maar ik denk dus dat je zelf niet zo geweten hebt totdat op de set zat, dat dat voor Spider-Man zo geweest is. Waarschijnlijk niet. Dat is echt zot. Dat ik heb Max Tonger dus niet. Nee, maar wat was het andere dagje? Want je zei van, niet alleen. Ja, nee, dan mag ik dat nog misschien niet zeggen. Okay. Dat weet ik ook nog niet, of wat? Zit het daarin of zit het daar niet in? Heb ik toch een rol gestuurd dat ik zo dacht van, ik wil dat eigenlijk niet doen. Ah, ik heb, geen goesting. Checked in de cast, had ik gezegd. Nee, dus ik krijg zoiets teruggestuurd van mijn agent en ik heb zoiets van, ja, maar ik heb er geen tijd voor, man. Van een James Bond knock-off, dacht jij zeker? Ja, nu toch van, nee, ik dacht zoiets van, amai, dat is echt wel, dat is slecht. Dat is echt zo'n B-film, zo, dat is slecht. Je moet dat niet fluisteren, want ik zit dat toch harder. Dus. Ja. Dan moet ik dat niet harder zetten. Ik heb geen goesting erin. Ja, maar nee, ik kom niet naar Engeland. Nee, ik heb geen goesting. Ja, maar ze willen dat zien, een dinsdag. Ik heb een dinsdag in een tijd. Oh, vrijdag dan. Ik heb een vraagje in het tijd. Ik wil echt niet doen. Oké, we komen nog daar voor het te filmen. Zeg, allee, ja, kleren goed. Ik heb repetitie in Artseler. Komt nog daar, film het. Ik zal een videocasting doen. Ja. Dus ik kon dan nog eens goed lezen wat dat is. Ja, juist. Dus ik doe die casting. Oké. Ik zie, maar wat is dat? Ja, dat is... Ah, dat is niet personage. Dat is de titel van de film. Ik dacht dat personage was. Oké. En ik kon dat opzoeken daarna. Ik weet van, oké. Maar ik kan het nog niet zeggen, dus. Van, is porno? Niet. Nee. Maar... Nee, dat niet. Ja, oké. Dat zal voor straks zijn, van, hè. Wat een blijmaker hem en een doeje ja, vis is maar ik had zoiets van, had ik dat geweten, had ik misschien wel even over het tweede naar Engeland gekomen. Even nog eens, ik heb een vraag, maar betaalde je dat aan uit eigen zak als je naar Engeland moet gaan? Dat is gewoon investeren in de carrière. Ja. Dat is niet like de Romeo's, even naar een boekje bellen voor gratis tickets. Ja, hoe goed is dat, hè? Ja, dan gaan vluchten afluizen. Ja, dat was de goede vluchten afluizen van de boekjes en mannetjes. Doe je dat zo niet? Waar met twee zo? Wat? Dat is een andere wereld. Ja, want dat was geen joke dat ze aan het vertellen. Nee, dat was gewoon in het vertellen. Zo. Dat was echt zo terugpakken. Oh, wat heb je al niet juist gedaan? Rewind. Let's hear that again. Maar goed, boys. Ik denk dat het laat genoeg is. We hebben dat ongeveer zeker wel waar. Allemaal gezegd. Het was trouwens een hele leuke avond, al voor mee te beginnen. Ja, en, super. Merci voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Altijd welkom. The Rise of Skywalker. Voor de mensen, wederom, ik kon het nog één keer herhalen en dan doe ik het niet meer. Deze aflevering, als je tot hier zegt, dat is nog de kloten. Dan heb je al de spoilers. Ga vooral mocht zelf je nu kijken. Helemaal doorgezapt hebben tot de laatste minuut, het zat vol spoilers. Dus als je hem nog niet gezien hebt, ga hem natuurlijk kijken. En als je hem dan gezien hebt, bekijk deze podcast, want hier worden heel zinnige dingen gezegd. En dit was misschien de eerste review in the universe. Op de podcast. Behalve film. Totaal.nl en ondertussen al 70. Nederlanders, who cares? Zo, dat was het weer voor ons bij Welcome to the AA. Merci Sven, Maarten en Bart. Ook bekend als The Gremlin Strike Back. Die hun 100ste aflevering net hebben ingeblikt. En kijk eens naar de supercoole t-shirt. Mantetten. Zowel met mantetten als stripe. En uiteraard ook een stormtrooper. Dus my god, alles dat je wilt in het leven. Ik was Alex Des, zoals altijd Andries. En dit was het weer voor ons. Tot de volgende keer, when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan je voor de zon. Als het ergens over moet gaan. Zijn de listen. Not the face. Rivers of kunnen. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.